Kameraden, welkom bij aflevering 35 van de Quamfyshow show op z'n Hollands. Enerverende dag, dagen, week geweest, afgelopen week. Uh, interessante aflevering. Uh, we gaan het hebben over dat Gilbert vandaag in Maine was. Gilbert was typing en uh, hij heeft wat uh, tokenomics to dingen of utility dingen voor ons uh, opgehelderd, wat heel prettig is. Wat er aan vooraf ging is middenprettig. prettig. Uh, ik hoop dat jullie het gehoord hebben. Er was een, uh, een, een, een e-mail in omloop van Customer Service Support met een Anon uit de community. Um, wij hebben die e-mails. We gaan er eventjes uh, doorheen straks. Gaan we kijken wat nou wat was en uh, wat nou allemaal heeft geleid tot uh, dat we de illustre Gilbert weer eens eventjes uh, mogen zien in, uh, in Maine. Verder is Hyperledger Fabric in de laatste update toegevoegd. Six SDX is uh, weer aan het teasen. En uh, last but not least hebben we ons aller Bas weer, uh, weer in ons midden. Uh, die ons uh, weer gaat verrijken met wat kennis over um, wat developer-gerelateerde zaken. Bas, hartstikke welkom. Leuk dat je er bent. Thank you. Thank uh, you. Bedankt dat ik hier mag zijn. Ja, leuk. Ja, Bas die heeft, een, uh, heeft een input. Er kwam hij voor, voor de show, maar even, joh, ik wil wat delen. En uh, dat gaan we zeker even doen. Ik denk dat dat heel interessant is. Tim en ik gaan ook een beetje verrast worden daarover. Bas begon op volgend al met wat vragen. Oh, maar je weet wel, en als je dan dit. En dan. En Tim en ik keken elkaar aan: van... Eh, ja, we hebben nog steeds de cursus niet gedaan. <laughs> <laughs> Daar moest Bas natuurlijk smakelijk om lachen. Dus uh, sinds februari. Hey iedereen. Uh, ja, nog uh, herstellende van een uh, tumultueuze dag. Uh, uh -huh. Dat kun je wel stellen, denk ik. Uh. Ik denk dat uh, dinsdag, uh, hoeveel... dinsdag 26 juli 2022 toch wel in mijn geheugen gegrift uh, gaat zijn. Omdat uh, mijn angst, uh, die ik eigenlijk al een week had, uh, werkelijkheid werd uh, vanochtend. Uh, Jarno en ik, uh, nou ja, Jarno informeerde mij afgelopen maandag over bepaalde informatie. Want met uh, angst, daar gaan we het zo meteen over hebben. En vanochtend werd dat publiek, <laughs> omdat het lekte uit. En uh, ja. Wordt verhaal samengevat. Het was maximale angst. kwam zo in één keer geen utility hebben. En toen een paar uur later greep Gilbert in. Die zei: Nee, wat, uh, wat jullie gezien hebben, dat is allemaal niet waar. En we leven weer. Maar voor mij betekende het echt dat ik enorme buikpijn had. Ik had echt een hoofd dat op ontploffen stond. Want ik had zoiets: Oké, okay, ik heb 14.000 volgers uh, op allerlei platformen. Uh, die mensen gaan het niet leuk vinden als mijn verhaal, de kwaliteit die tijd heb verteld, niet klopt. Onder de bij al een beetje hangen. Maar ik ben nu weer goed. Alles is prima. Dus we zijn weer terug in business as usual. En daar buitenom is het gewoon een saaie dag in de zomer. Er gebeurt niet zoveel. Kijk uit naar mijn vakantie. Alles prima. Dus bij jou, Jarno. Goed. Kwam via Sever. Ja. Ja, ik ben wat nauw betrokken geweest bij het verhaal. gaan we zo meteen uh, op in. Maar ja, het was een vermoeiende dag. Een hele hoop, uh, een hele hoop brandjes. Een hele hoop uh, community management. Uh, ja. Ik ben momenteel in mijn eigen huis. Ik was natuurlijk uh, lekker in het huis van mijn zusje aan het, aan het chillen. dan ga ik ook uh, of vanavond of morgen weer terug naartoe. Maar ik heb hier natuurlijk mijn mooie setup. Dus dat was nog wel even, even hectisch uh, tussen alle bedrijven door vandaag. Maar al met al <tie> wel prima. Ik heb nog steeds wel een beetje mijn kuchje. Ik heb af en toe nog steeds een beetje hoofdpijn. Ik uh, ben nog steeds niet helemaal fit. Ga af, COVID? Misschien word ik wel gewoon dik, vies en oud. Ik denk dat dat het gewoon is. Op een oh, gegeven moment door. kan ik de schuld niet meer geven. Nee. Oké, oh, jongen, hey, mijn tijd. Nee. Dus, um, dus dan. 2004. <laughs> Cura. Nee, dus um, al met al uh, allemaal heel prima. Ik uh, ben blij dat uh, waar we zo meteen mee gaan beginnen, de berichten van Gilbert, heel wat duidelijkheid verschaft hebben weer. Uh, wat mensen dan toch uh, ja, weer nodig hadden. Zeker in het verhaal van afgelopen week, wat ook absoluut nodig was. Uh, ja. En ik uh, ben er ook voor. Zeker we hebben vandaag natuurlijk al uh, heb ik in de onze Telegram uh, groep, zeg maar, de NLBE-groep, heb ik al was, ik redelijk op de spaakstoel. Ik merkte dat jij uh, redelijk afwezig was. En ik merkte wel dat er uh, onrust uh, was. Dus ik heb ook uh, redelijk even een beetje mijn invulling aan het verhaal uh, gegeven. Jarno, ja, jij werd overvallen ook door iedereen. Uh, veel community management, zoals je het zei, veel mensen in je DM. Ik heb ook mensen in mijn DM gehad. Ik heb ook eigenlijk de hele dag naar mijn telefoon uh, zitten staren. Uh, en ook in die groep legde ik al min of meer uit wat onze, uh, ja, een beetje in snippets, uh, hoe wij hierin uh, zijn gefietst. Het is goed als wij zo meteen gewoon ons verhaal doen. En ook, uh, ja, gewoon jullie een beetje laten zien wat er door ons heen ging deze dag. Wat voor een ja. bizarre werkelijkheid. Maar goed, uh, over het algemeen dus. Je merkt ook, ik, ik praat heel snel. Uh, het komt gewoon, ja. mijn hersenen zaten we de hele dag echt in de overdrive. Uh, ...veel informatie, veel uh, nieuwe informatie ook. Ja, het was een spannend, uh, spannend dagje, kan je wel zeggen. Ik weet niet, uh, Bas, hoe, heb jij dat ervaren? Of jij, zeg jij alles uh, vanaf een afstandje, joh? Zo allemaal wel. Nee, normaal heb ik wel een beetje afstand van dit soort uh, discussies. Mm. Uh, maar ik uh, heb zelf COVID <laughs> sinds gisteren. Dus ik zit de hele oh, dag thuis. Ja, en op de bank, uh, thanks. Uh, ik mute mezelf, want ik hoest me wel uh, regelmatig erdoorheen. doorheen. Um, dus ik had veel te veel tijd om het allemaal te volgen. Uh, en ik heb dat dus ook een beetje gevolgd de laatste dagen. Ja. Uh, maar oh wel. Uh, dus ik vond het op zich ook een enerverende dag. Uh, oh, uh, maar het is natuurlijk ook weer leuk dat we het even meegemaakt hebben. Uiteindelijk, uh, dit zijn de ervaringen die je een ja. beetje vormt. En uh, nou ja, ik ga ervan uit dat we dat zometeen ook wel een beetje uh, naar voren brengen. Het gaat erom hoe je... Uh, met dingen omgaat. En dan niet per se degene die het deelt, maar ook de informatie die je krijgt. Hoe gaan we daar als community mee om en hoeveel paniek is er meteen? In dit geval zijn we een beetje gered door Gilbert, die snel binnenkomt. Het is wel een relatief um, ja, uh, signaal dat, dat dit soort dingen toch wel makkelijk voor wat uh, uh, vlam in de pan kunnen zorgen. Uh, en dat is interessant om in ieder geval te erkennen. Ja. Geef het volgende: ja. brood en spelen. Ja, absoluut. Ja, het, 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 uh, huh? ja ik wil zeggen, en in dat kader zullen we maar dan gelijk aftrappen met uh, de stierenrennen. Ik uh, vind het prima. Ja. Let's Oké, okay. nou, we gaan. Hier ziet u voor u, ik ga dit even in zijn geheel oplezen in het Engels en daarna vatten we het even samen. Nou, dit komt uit de Quant Library. Het is forwarded from Gilbert. Gilbert was dus in Maine. En dit heeft dus betrekking op de e-mails. die een eigen en die mails gaan we zo meteen bekijken. Firstly, Overledger is powered by QNT. We have had testnet, then mainnet releases for every blockchain. I would like to ask anyone who can show us in code with a transaction number for any Overledger transaction they have somehow sent on mainnets without using QNT. You have to buy a license fee in QNT. And have to pay in Q and T for sending the transaction. Our approach on how it's handled, lockups, etc., hasn't changed since our last updates and thinking. Every single developer and customer has to purchase a license and pay for transactions in QNT. And for enterprise clients, they can pay in pounds and we handle their Q&T. It's easier for enterprise to manage. It's been this way since our business paper. It's how it is done in the developer portal today and in the recent release, which was a complete new architecture in July. The comments from Carlo were incorrect, and he hasn't been with the company since beginning of July. He doesn't know, and it wasn't his role regarding this. And uh, the last, the last bericht, Pardon. No problem. That uh, hope that was helpful and clear. Great to hear the community's feedback and use the technology we've developed to really take blockchain mainstream. The latest and newest release of Tokenize is a game changer for institutions and developers and ordinary users. Anyone can create interoperable digital assets with a few clicks. Even a CEO can do it. Ok, now, um, what zegt this bericht? Eigenlijk bevestigt dit voor Uh, en, en wat we al wisten van de QNT token. Enterprise betaalt in fiat. Quant regelt a, alle QNT-zaken on the back-end. Dus enterprises ja. hoeven zich daar niet druk om te maken. Zowel public OVN, community OVN en enterprise OVN, ja, public en community, ik noem het eventjes allebei. In een mails die je straks gaat zien, wordt er gesproken over public. Maar public en community is in dit geval hetzelfde. En de enterprise zijn daarin dus min of meer gelijk. Met die verstanden dat wij van de public OVN wel rechtstreeks in QT betalen. Wij hebben wel scholing gehad waardoor wij dat kunnen. Enterprises niet. <laughs> en verder is kwant nodig voor alles. Quant worden um, ook gelokt voor licenties. Uh, zoals we eigenlijk altijd al wisten. Quant wordt gebruikt voor. Uh, voor betalingen, voor alle transacties... en voor alle kosten op het netwerk. Carlo had ongelijk. Carlo Calisto, daar gaan we het zo meteen ook wel even over hebben. Um, die had een rol... en ik vergeet elke keer zijn rol... maar die was niet gerelateerd... aan... Um, ja, het beantwoorden van dit soort vragen. Gilbert is daar heel duidelijk over. He it know... and it wasn't his role regarding this. Dus hij had geen idee... en hij had zich er eigenlijk niet mee moeten bemoeien... Uh, in het kort. Nou, verder maak je nee. nog even een opmerking over tokenize. Uh, we hebben het vorige aflevering, twee afleveringen geleden, over gehad. Dat we dus zelf nu, uh, dat je voor 9600 pond een Tier 1 Curacy 20 uh, contract kan creëren. Waarbij je dus zelf tokens kan minten. En hij zegt eigenlijk: Het is uh, zo verschrikkelijk simpel dat zelfs uh, de baas van het bedrijf het kan. Uh, even heel vrij vertaald. Tim. Ja, um, dit is het eindpunt. Uh, met Gilbert die de brand komt blussen en zegt: Nou ja, er is eigenlijk feitelijk niet zo heel veel veranderd. Sinds we de laatste keer dat we van ons uh, lieten horen. Maar nee. dat was alweer twee jaar geleden. Oh, sorry. Ja, er nou ja, zijn natuurlijk wel een beetje uh, tussen-updates geweest. En ik denk dat de meest recente versie moet zijn geweest. Ja, wanneer was dat? Dit is het moment dat je shield nodig hebt. Die, die, die man die dat uit zijn mouw. Maar uh, de, ja, weet je, in, in alle communicatie, dat is, een, dat, dat is gewoon het verhaal dat je vertelt, is er gewoon één lijn. Die kwant die uh, wordt door het bedrijf voor ons gemanaged. En alles wat jij op Overwatch wilt doen, heeft QNT no nodig. Ja. Dus ja, een, een linksom of rechtsom ja. is utility. Terwijl ja. in uh, het verhaal wat wij dus, ja, of het verhaal wat we dus nu gaan vertellen, uh, eruit filteren, was, was de lijn, ja, de enige manier hoe uh, QT gebruikt gaat worden, is door betalingen te doen. En die ja. lockups, uh, waar wij het over hebben, dus dat de uh, kwant een jaar lang wordt vastgelegd, daar is geen sprake van. Ja. Maar hoe gaan we daarheen? Ja, nou jij, jij, jij pakt de lead. Ja, um... Even terug in de tijd. Vorige week dinsdag had ik een interview. Maandag zelfs. Was het maandag? Ja, het was die bloedhete maandag. Uh. Oké. Okay. Ik dacht dat het dinsdag was. Maar ik had een interview met Greg voor zijn Patreon. <treef> hand zei die veel Jarno, wil weer even blijven hangen. Ik heb iets ontvangen vanuit de community. En ik vind het nogal zorgwekkend. Ik ben even benieuwd naar jouw visie. Hou dit voor je. Niemand anders weet dit nog. Ik um, ben even benieuwd wat jij ervan vindt en wat jij denkt. Nou, ik heb uh, die mails even gekregen van hem, gelezen. Uh, dat bleek een mails te zijn tussen customer service van Quant en um, an een Anon um, De mails die ik kreeg waren uh, ja, geredigeerd, dus er waren namen uitgehaald, het waren copy pastes. Um, maar ja, dat was waar ik het mee moest doen. Toen ik dat las, toen me, sloeg mijn hart best wel over. Omdat de man die de vragen beantwoordde... Uh, ons aller Carlo Calista was. Um, misschien wil Tim eventjes zijn, uh, zijn LinkedIn opzoeken. Ja, is goed. Ga ik nu doen. Maar die meneer heeft een aardig cv... en daardoor een aardige geloofwaardigheid. Um, ik heb met Greg twee uur aan de lijn gezeten... en gezegd van, oké... Okay, we, we, we moeten hier een plan voor gaan maken. Het plan was uiteindelijk... we gaan dit langs een aantal community... Leaders trekken, die al een tijdje rondlopen. Um, sparren met hun. Wat vinden jullie ervan? Um, vervolgens gaan we dat, um, naar het naar een admin groep verplaatsen. Dan maken we daar een plan. Maar we gaan in ieder geval naar het team om te kijken wat wat is. Na een aantal dagen waren de personen die we probeerden te bereiken. Om, ik hou het bewust af heel vaag, maar die waren niet bereikbaar. Um, ik heb besloten op vrijdag van: oké, okay, ik ga zelf een mail sturen naar het team. Dat heb ik in stilte gedaan. Ik heb er niemand over geïnformeerd. Behalve uh, de mensen die hier nu zitten. Met het idee van: oké, okay, we, we moeten dit voor gaan zijn. Want deze mails kunnen mogelijk een hele hoop gedoe opleveren. Omdat er gewoon een heleboel ter discussie wordt gesteld. Nou. Gisteravond. Verscheen een uh, video die een hoop mensen wel van gehoord hebben. in, uh, in mijn DM's. Nou, dat was uh, de aanleiding om te gaan escaleren en ook gewoon naar die groep. Want al die groepen waren we intussen nog niet, want we zouden dat eerst onderling af gaan stemmen hoe we dus verder zouden gaan. Um, nou, die video die is zijn eigen leven gaan leiden. En uh, vanmorgen stond op, hij uh, op Twitter. Nou, dat escaleerde natuurlijk nog verder. Heel hoop vragen en onduidelijkheid hoop chaos. Um, en toen kwam Gilbert uh, in zijn brandweerpak en een hele grote brandblusser. En ja, die heeft eigenlijk alles um, ja, ter ruste gebracht om maar zo te zeggen. Nou, wat staat er nou um, in die e-mails wat uh, zo schandalig is? Ik heb het in een PDF geplakt. Ja, ik heb de e-mails ook in mijn e-mail, um, maar ja, Ik kan dat er niet uithalen zonder e-mailadressen van betrokkenen te doxen. Um, dus ja, is, is dit authentiek? Nee. Is het de tekst zoals het was, zoals ik het gekregen heb? Uh, ja. Maakt het uit? Weet, weet ik niet zo goed, mag je zelf bepalen. Um, uiteindelijk, wat hierin staat, is voor de overweldigende meerderheid of ontkracht op. Um, niet relevant slash al bekend. En daar kom ik ook zo op terug. Nou, wat je hier ziet... is op 27 mei... Um, was... Uh, een eerste e-mail. Er zijn een aantal e-mails tussenuit gehaald. Die heb, ik heb die e-mails ook allemaal wel. Maar die zijn echt allemaal met name toenaam. Ik vind het niet ethisch om dat, uh, om dat te delen. Um, even kijken, even kijken, even kijken. Het is echt een beetje een rommeltje. Dit was in ieder geval antwoord op de vraag um, of er uh, een verschil is tussen overledger Enterprise en overledger Public. Um, en de vraag is eigenlijk: um, hoe werkt het? Worden QNT gebruikt voor de licenties? Worden de QNT's gelokt voor de duratie van deze licenties. Voor de duur van deze licenties? Nou, een van de reacties. Je ziet hierboven Carlo Colista op 27 mei. Um, je reageert, je begrijpt Overledger Enterprise correct. Um, de publieke, publieke versie van Overledger is volledig live, kan nu gebruikt worden. Testnet gratis, kost 100 GBP in QNT om op mainnet te komen. Nou, dat is ook bekend. Hij zegt hieronder vanwege prijsgegevens kunnen we niet spreken over uh, klanten die gebruik maken van Overledger publiek en Enterprise. Quant worden gebruikt om te betalen voor Overledger Public. Op mainnet worden niet opgesloten, alleen gebruikt voor normale betalingen. En QNT wordt voor niets anders gebruikt. QNT's are not used for anything else. Uh, TLDR, token not needed. Nou, dit was natuurlijk de eerste bom die ik las, die ook uh, andere mensen lazen. Die dachten van, hmm, oké, okay, dit, dit lijkt gek. Maar het CV ja. van deze meneer. Heb jij hem klaarstaan, Tim? Ja, ik was heel lang aan het zoeken, maar ik, ik heb hem gevonden. Okay. Uh, ik heb heel uh, LinkedIn afgespeurd, maar ik, ik heb hem. Dus ik kan het uh, laten zien als jullie willen. Ja. Tim, Tim, deelt hier even? Dan zie je een beetje waar de geloofwaardigheid. Uh, uh, ja, uh, want voor de duidelijkheid: uh, die persoon is gewoon legit. Uh, ja. Ik zal het eventjes delen. Ja. Yeah. Share. Gaat hij allemaal rare dingen hier laten zien? Moet je even maar doorheen kijken. Zo. Als het goed is, kunnen jullie nu mijn scherm zien. Klopt dat? correct. Ja. Nou, top. Dan zie je hier Carlo Colista, nou, Head of Client Services en Delivery at Quant. Dus uh, ja, hoofd klantendiensten uh, en bezorging, delivery. Ja, hoe, hoe noem je dat in het Engels? Client Services ja. and Delivery. Ja, dus. De... Ja, klantenservice. Ja. Ja, toch? Ja. Nou, en dan. Uh, Zie je deze man. Deze leuke Italiaan. Nou, ja, er staat uh, in, zijn, in zijn bio staat uh, IT delivery leader 20 years, uh, more than 20 years of experience. PMP and Scrum Master certified. Dus hij ja, is erg ervaren in dit gebied waarin hij werkt. Experience in leading teams and large scale complex business and IT uh, transformation programs in multicultural international environments. Dus ja, hij hij heeft veel ervaring met het werk wat hij doet. Hij is een fantastisch goeie gozer. Fantastisch ja. nou, ja. Een stukje lach. Uh, Even kijken wat hij gedaan heeft. Ja. Nou, ja. Dat heeft dus best wel wat gedaan. Uh, het afgelopen jaar heeft hij dus... Uh, deze functie als uh, hoofd klantenservice... bij Quanten uh, uh, gedaan. En daarvoor was hij director. Uh, head of EMEA Professional Services. Geen idee wat dat is. Maar respons... Ook niet zo ja. belangrijk. Nee, Accenture heeft hij heeft bij Cognify jaar? gewerkt. Hij heeft bij Netcracker gewerkt als uh, senior uh, projectmanager. Accenture heeft hij tien jaar gewerkt als projectmanager. Daarvoor heeft hij bij IBM gewerkt als customer support engineer. Zij ja. heeft altijd in die klantenservice projectmanagement hoek uh, gewerkt. En hij heeft in Italië aan twee uh, universiteiten gestudeerd. Just. Ja, op zich, uh, als ik het zo zie, uh, ervaren iemand. Uh, en um, ook iemand die voor Quant werkt, uh, volgens de LinkedIn... Uh, maar volgens Gilbert, uh, dus sinds deze maand niet meer. En maar op zijn ja. LinkedIn staat het nog wel. Ja, hij staat op een jaar en een maand, dus waarschijnlijk is het contract gewoon niet verlengd. Dus die per juli eruit. Uh, maar goed, die meneer heeft een aardig, uh, op zich... Track record. Cv. Ja, aardig CV. Dus weet je, voor meestal is een customer service rep. Want in het verleden was er ook al iemand. Hoe heet die man? ABC123. Die kwam ook met. Straight from the horse's mouth, token not needed. Bla 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 bla. Dit was eigenlijk weer een beetje dezelfde soort fut. Vandaar dat we dit eigenlijk uh, ja, uh, ons best hebben gedaan om het zo goed mogelijk uit te kammen. Wacht, wat was dat waar je het over had? Uh, ABC 123 in Telegram die deelde een bericht, ook van hem van Customer Service, waarbij hij vroeg van joh, uh, waar wordt de, de token voor gebruikt? Weet je, en dat is het, hè? mensen hebben een, uh, een heel slecht geheugen. En als ze niet elke maand weer herinnerd worden, heb ik vaker gezegd, dan, 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 dan treedt geheugenverlies op. Dus die, ze zijn regelmatig, zijn er mensen op eigen initiatief aan het mailen met klantenservice van Quant. Um, en deze meneer had dus een antwoord ontfrutseld waarbij eigenlijk gezegd werd van ja, de token wordt alleen maar gebruikt voor betalingen. Um, ook in het verleden? Dat... Ja. Hé? Wanneer was dat? Twee maanden geleden of zo. Ik laat, ik laat je straks wel zien. Maar dat was, dat was gelul. Oh? En dit, dit is ook gelul. Daar wist um, ik niet van, Jorno. Dat vind ik toch <laughs> wel interessant. Ja, sorry dat ik zo door doorgaan, is, maar... Uh... Het is niet interessant. Het was echt weer een of ander bullshit, slecht e-mailtje... met een vage vraag en daardoor ook een vaag antwoord... van een klantenservice-medewerker zonder naam. Um, en ik wil eigenlijk gewoon door even met dit. En dan stuur ik het je later wel toe. En dan doen we er okay. donderdag naar kijken in Dat Is goed. Um, Volgende vraag: Are you familiar with the apparent misconception that Quant would be locked up for the duration of a license? Nou, uh, dus hij begint hier al met een leidende vraag, hè, van ja, ben je bekend met de klaarblijkelijke uh, misvatting dat Quant opgesloten zou worden voor de duur van de licentie? Nou, uh, ook was ik onder de indruk dat uh, een gebruiker zou betalen voor overige services met fiat. Nou, dan zie je hier dat de vergissing al gemaakt wordt, dat er, uh, hij praat over OVN, Enterprise... terwijl Carlo... het uh, hier heeft over... public. Dat was voor... mij en voor andere mensen alle reden om te zeggen van joh... de informatie die hierin staat... die kan zomaar eens... niet blijken te zijn... wat het lijkt te zijn. Dus laten we... zorgen dat we eventjes... zorgen dat we helder hebben... Vanuit een, 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 een second opinion, wat, wat nou wat is. Um, nou, dit gaat nog even door. Hij zegt: Joh, uh, we zijn niet bekend met deze misvatting. Waar komt het vandaan? Als het van een van onze kanalen komt, laat het dan even weten. Dan zorgen we dat we het recht zetten in onze communicatie. Op het moment kan je niet betalen voor een licentie in Fiat, maar alleen in QT. Wederom, dit is waar, maar voor public en niet voor enterprise. De Fiat-betalingen. Uh, komen in de komende maanden, in andere woorden... als je een licentie wil kopen... om transacties te doen op mainnet... moet je het QNT betalen. Ik hoop dat dit een en ander verduidelijkt. De groeten. De vraagsteller komt weer terug. Nou, er is een uh, wijdverbreid uh, geloof... dat tokens opgesloten worden... als er licenties worden gekocht. Uh, ik zal kijken wat ik kan vinden. Uh, er zijn ook uh, instructies voor een community-run overledger-netwerk. get is op de Quant-site, maar die refereren niet naar de Quant-token... voor um, betalingen op, op het netwerk. Um, is het niet langer het plan om gateways um, uit te brengen? Karlo nou, komt weer terug. Gateways zijn voorlopig onhold. We zijn de hele strategie uh, over deze potentiële producten aan het heroverwegen... Hier sloeg mijn hart natuurlijk ook over. Maar we weten al dat dit voorlopig on hold is. Maar we weten dat het er wel komt, omdat ze nu gerund worden, ook vanuit Gilbert uh, gezegd door het quant team zelf. Ja. Um, hier vinden ook Tim en Bas wat van. We gaan hier zo meteen even. Ik wil graag heel veel door, door die En die... Is het oké, okay, Tim? Natuurlijk. Ja hoor. Um, maar ja, dit deed ook mijn hart overslaan van oké. Okay. Dit is wel heel erg lange termijn. Ja. Hij gaat verder. Momenteel is er geen geplande datum voor de lancering van de gateways. Maar blijven ons volgen voor meer informatie. Nou. Dit geheel is wat langer. Hij zegt eigenlijk: Oké. Okay, ik heb gevonden waarvan ik denk dat de bron is. van dat kwant gelokt worden. En dan gaat het om het medium-artikel. Uh, van Quant. Nou. Um, een aantal quotes. Hij komt hier met een quote daarvan. En na twaalf maanden is ook een quote... verloopt het payment channel, de gelokte Q&T wordt het dan gereturned naar de treasury. Dit is wat wij best weten dat waar is. En hij vraagt vervolgens, is dit nog steeds hoe het zou moeten werken? Of is dit in de praktijk ook gewijzigd? Nou, dan krijgen we... Hij herhaalt zijn vraag weer. En daarna zegt hij ook, oké, okay, maar was het verwijderen van het artikel dat ik gestuurd heb toeval? Nou, zoals we weten zijn alle documenten verwijderd. Uh, van medium, video's zijn verwijderd, et cetera. En Carlo die gaat erop reageren. Hé, hey, het is geen toeval. We hebben ze daadwerkelijk verwijderd. Uh, gebaseerd op de vragen die je hebt gesteld in jouw ticket. We gaan proberen om alles uit het verleden te verwijderen wat niet meer actueel is en wat misverstanden kan creëren. Maar ik kan bevestigen dat je met 100 GBP moet betalen in Q&T voor een Overledger licentie, En dat je dit geld niet terugkrijgt. Nou, dat is natuurlijk weer public OVN en dit is ook bekende informatie. Een um, hoop, uh, hoop samenvattingen. En hij spitst dan hier ook weer toe, uh, de Anon, in zijn vraag. <laughs> nou, Carlo komt daar weer op terug. Um, net zoals in het artikel staat, ooit was er een plan voor grote cliënten om payment channels prepaid met kwant uh, te kunnen kopen en die dan gelokt worden voor twaalf maanden. Uh, oh, sorry, dat is de vraag. En het antwoord is, dit was nooit het geval. Je kan je kwant gebruiken om toegang te krijgen tot Overledger en Mainnet gebruiken. Nou, testnet blijft uh, gratis. Uh, is er een plan om kwant uh, op te sluiten bij betalingen? Antwoord: nee. En um, de vraag: wordt het mogelijk om uh, in fiat uiteindelijk licenties te kopen? Uh, ja, dat wordt uiteindelijk mogelijk. Ja. Nou, en dan komt hij terug. Please read the entire question. The last part was the most important. Um, Carlo komt vervolgens terug. Je kan momenteel alleen maar betalen in QNT. In de future kun je betalen met Quant of Fiat. Um, om je antwoord, vraag duidelijk te beantwoorden: je kan in de toekomst kopen met Fiat. Je hoeft geen QNT te bezitten. Dit is het huidige plan, maar houd de website in de gaten. Um, dat was eigenlijk uh, het leeuwdeel van de mails hierover. Ik las dit en ik dacht, oké, okay, dit, dit, dit is niet goed. Maar aan de andere kant dacht ik ook, oké, okay, dit is heel vaag. En, ja. uh, nou, ik, ik heb uiteindelijk dus die vrijdag een mail gemaakt. Met daarin deze uitspraken. Uh, en de uitspraken van Gilbert. Allemaal copy-paste en uh, quotations eronder gezet wat er gezegd werd. En daar vragen over gesteld. Daar heb ik nog steeds geen antwoord op. Um, maar ja. De video die gereleased was, is eigenlijk Greg... in de 40 minuten video hier doorheen gegaan. Um, alles behandeld. Hij heeft daar ook zijn mening over gegeven. Hij heeft er ook gezegd van... Joh, ik denk, zelfs als dit allemaal waar is... Hè, dus uh, geen lockups... Um, en tokens worden alleen maar gebruikt voor betalingen... dat het allemaal niet zo erg is... en dat het allemaal wel meevalt. Ook omdat we natuurlijk de afgelopen maanden... al best wel wat on-chain... Uh, verkeer hebben gezien. Weet je, de, ja. de, de, de lockups... Leken, um, ja, zo klaar als een klontje in het daglicht, daar inzichtelijk te zijn. Ja, en de vraag die, 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 die wij ook nog steeds hadden achter de schermen was: van ja, oké, okay, stel dat er nou geen lock-ups zijn, stel dat we dat nou accepteren, hoe ziet dan het verdienmodel van Quant eruit? Want die conversie naar Quant is er wel altijd geweest. Want dat is een hele verdienmodel. Dus als dan die tokens gekocht worden voor de kosten van de licentie. Wat gebeurt er dan met die tokens? Als kwant die vast moet houden... zijn die dan vrij? Zijn die dan, dan niet vrij? Nou, dat riep alleen maar meer vraagtekens op. Maar nou ja, uiteindelijk blijkt dat dus nu beantwoord te zijn... voor ons alle Gilbert. En de token utility graven... zoals je die uh, vaak voorbij ziet komen, die zwarte... Uh, die, die klopt, die is waar. Alles wat we weten en alles wat we denken te weten... Is waar, ja gateways zijn er nog niet. Dat is correct. Gaat die komen? Wat mij betreft 100 want Ja, gateways zijn er dus wel, maar op enterprise over uh, over je. Juist, maar voor publiek hebben ze nodig voor de decentralisatie. Dat is dus de veerkracht van het netwerk en de veiligheid van het netwerk garandeert. Um, maar ja, tot nader order niet. Nee. Ja, en, en daar wil ik eigenlijk meteen inspringen. En dat is ook een beetje Zierig. waar Bas en ik uh, nu uh, om de hoek komen kijken. Uh, en, en er is nog veel meer wat hier gezegd wordt. Hè? Dus, uh, hoe... De eerste keer dat ik dit zag en de eerste keer dat jij mij inlichtte, ik, ik weet dat ik echt gewoon naar mijn scherm zat te kijken. Ik zei van, jeemig. Wat moeten we hiermee? Log deze tijd even als onze reactie hierop. Kunnen mensen daar gelijk heen skippen? Oh ja. is wel slim. Uh... En vriendelijk. Ja. ja. Nee, maar uh, wat ik wilde zeggen is met, met die gateways, en er stonden een aantal dingen in, hè, van er stond natuurlijk heel veel communicatie in, en ik vond ten eerste het ontzettend warrig geschreven. Ik vond voor iemand die twintig jaar ervaring heeft in dit veld, uh, en schrijft uh, als een of andere student die uh, om vijf uur s'nachts uh, shaken van een Red Bull en uh, <laughs> een pepertje in elkaar ramt, vond ik het gewoon <laughs> echt slecht. Ik, ik vond het echt, ik had zoiets van uh, sorry hoor, maar als je zo iemand in je, je, je klantenservice hebt, dan moet je toch afvragen waar het fout gaat. Dat kan gewoon niet. Er stonden echt spelfouten in. Dat was echt gênant. Dat ten eerste. Ten tweede was het ontzettend vaag en warrig geschreven. Waardoor eigenlijk elk antwoord riep alleen maar meer vragen op. Van oké, okay, dan is dat dus niet zo. Maar hoe werkt het dan wel? En, en daar kon, kon we de, dat, dat zorgde voor de grote verwarring. Als je dat dan allemaal zomaar, abstraheert... We hebben eigenlijk twee dingen uit naar voren. Eén, die conclusie over de gateways. Dat dat dus onhold is. Wij maakten er in onze angst op dat moment vanaf, oh, het zal wel afgesteld zijn. Nu ik er met de frisse blik lees, staat eigenlijk gewoon nou ja, wat we eigenlijk weten. Ze zijn gewoon aan het kijken. Ze Zijn hun strategie aan het heroverwegen. Van oké, okay, hoe gaan we, gaan we ze mogelijk introduceren? Gaan we het niet doen? Ik denk dat ze het uiteindelijk wel gaan doen, maar het uh, uh, is nog even afwachten. Op zich, geen verrassend nieuws. Het andere wat ik eruit haalde was natuurlijk met die lock-ups. En dat, daar ging onze discussie ook over in de tijd voordat een zekere Greg Lund het op Patreon gooide. Uh, daar wilden we eigenlijk inhoudelijk die discussie over voeren. En daar kwam Shield ook om de hoek kijken, daar kwam Bas om de hoek kijken, en daar kwamen andere slimme mensen uit de community mee. Uh, met ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, hoe zit dat verhaal van die lock-ups dan? Gaan we het over licentielock-ups? Of hebben we te maken met, met die payment channels die sowieso er moeten zijn en waarin dus ook uh, QT in vastgelegd moet zijn? Weet je, die discussie gingen we voeren. En Er kwam zelfs een soort van discussie over of het nou vesting is of lockups. Dus er ontstonden ja. zo ontzettend veel vragen naar aanleiding van dit stuk. Ja. En, en, en dat wilden we eigenlijk gewoon, daar wilden we duidelijkheid over hebben. Maar wat ik wel de hele tijd het gevoel had, en maak ik me heel op mijn punt af, ja. oké, okay, het is een ontzettend warrig geschreven reactie. Wat ik hier uithaal is dat het volgens mij allemaal de soep een stuk heter wordt opgediend dan dat die uiteindelijk wordt opgegeten. Want volgens mij het klopt niet. Mijn instinct zei dit, nee it doesn't rhyme. Snap je? Ja. Dus, uh, Kijk en dat en, is mijn en, reactie. Het, en, weet je waar het uiteindelijk op neemt, ik ben zo heel benieuwd ook, even wat, wat, natuurlijk wat Bas vindt. Uh, weet je, we, we, we hebben achter de schermen, we waren bezig met, um, met het creëren van een Instagram post uh, ja. de, de vorige week. En dat was voor ja, mij... Ja, daar reden, begon het dat... gedonder. Nou, Tim en, en Bas waren ook onzeker over, over de één jaar op dat... Sorry, uh, Tim en Shield. Shield. ja. Die waren ook onzeker van, ja, is nou die één jaar de één jaar? En ik werd er, toen, het dat me best wel pist om van, jongens, godverdorie. Dit, dit is informatie die is, die is wijdverbreid en bekend en voor waar aangenomen. Waarom de twijfel? Um, uiteindelijk ben ik ook zelf gaan twijfelen: van joh, oké. Okay. Kan de licentie ook drie jaar zijn? En wordt het dan voor drie jaar gelokt of, of, of niet? Terwijl de informatie er eigenlijk altijd wel geweest is. En. Um, mijn argument, en dat heb ik ook in andere shows gehoord, was altijd: jongens, als we niks horen, dan verandert er ook niks. Dat is één ding waar we best wel van op aan hebben gekund, altijd, naar mijn mening. Uh, is, 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 is dat geen nieuws over iets goed nieuws is. En net zoals dat ik toen zei: van ja. Uh, je, je hoort niet elke week of elke maand van de centrale bank dat de euro blijft bestaan. en dat je er mee kan betalen in de winkel en op de markt. Dat, dat, dat is ook een beetje mal. Dus in dit geval. Uh, maar goed, dan gaan we weer een hele herhaling van zetten doen. Bas, jouw reactie, als je wil. <laughs> mijn, mijn, mijn reactie is eigenlijk dat ik erachter kom dat als je corona hebt... en dat uh, je een beetje hit, dat het super moeilijk is... om je concentratie langer dan vijf minuten uh, vast te houden... als Helder. je er niet zelf super in betrokken wordt. Um, Stof ik. Helder. Uh, ja joh, maar luister, toen ik dit uh, allemaal las en toen... Uh, ik had ook een paniekreactie, of weet ik niet paniek. Hè? Niet dat je de boel aan het verkopen bent, maar weet je, we je gaat wel dingen dubbelchecken en ook dingen dubbelchecken die niet per se nodig zijn om nog eens een keer te bekijken, omdat je toch wat onzekerheid uh, uh, krijgt. Dat was, mijn, dat was mijn reactie toen ik dat uh, bekeek. Um, achteraf nu de koe in de grond kijkend, zeker nu Gilbert al in meen is geweest, is het natuurlijk ook alweer een fijn moment geweest om een soort van refresh te doen van joh, wat begrijp ik nou uh, echt van uh, 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 hoe het systeem werkt, en wat, wat begrijpen de mensen om mij heen uh, uh, van dat systeem. Want je krijgt toch wel zinvolle discussies en uh, nou ja, interpretaties van wat daar staat. Uh, Uiteindelijk, ook toen Jarno mij dit stuurde, was volgens mij ook mijn eerste reactie naar hem. Ik denk dat dat zelfs kunt terugvinden in die chat of in die DM van jou. Low-level support bullshit. Totdat je die man bekijkt en dan blijkt je toch wat serieuzer te zijn. En ja. Toen vond ik het. Dat, dat bracht voor mij wel in een stroomversnelling. Misschien in combinatie met dat ik niet super helder erover nadenk. Maar uh, water onder de brug. Een mooi leermoment voor iedereen. Uh, Gilbert is in Maine geweest. Dus wat mij betreft is dat een. verhaal. Uh, ah, ja, alles British. is, ja. Ja. Dat Kijk, is meer met jouw water, Met water onder de brug... hoop ik dat Mico en ik niet wegspoelen. Maar... <laughs> nee, maar... wat wel de takeaway een beetje is van dit... Hè, en daar hadden we het op voorhand ook over... Ik, wij denken... dat kwant dat, dat best wel wat blaam treft. Um, dat, dat, ja. dat zij... niet intern... hun fucking customer support... op snelheid hebben... over wat werkt. Serieus. Als wij vanuit de community... Met, uh, met onze double-digit IQ's een infograph kunnen maken, gebaseerd op informatie die we in het verleden hebben gekregen, waar alles in staat en wat letterlijk elke simpel C kan volgen. Dan moet je toch ook je customer service kunnen trainen om dat te doen, zou je zo zeggen. En dan voorkom je al een heleboel van dit soort gedoe mee. Want ja, zoals ik net al vertelde, er is nog een andere customer service reactie. Het was een heel kort leven beschoren, want dat was nog slechter dan, dan dit. Um, maar het is niet nieuw. En de vraag is, is, van, is van alle tijden. En waarom? Crypto-snieertjes zijn vaak genoeg genaaid en belazerd. En het lijkt allemaal bij Kwant te mooi om waar te zijn. Ja, en mensen gaan dan graven omdat ze dan alweer een paar jaar niks gehoord hebben. Um, dus ik zou zeggen, Kwant, um, up your game. En zorg gewoon dat dit uh, bij je customer service training van die mensen, dat, dat dit bekend is. Want dan gaan ja, echt, echt weer sni de snietseltjes mailtjes sturen. Uh, het, ik vind het krankzinnig dat iemand met twintig jaar ervaring, meer nog. zit. <laughs> oh, sorry. Nou ja, gewoon op, op zo'n krankzinnig slechte manier uh, antwoord geeft. Je kan toch wel fatsoenlijk Engels. Hoe, hoe is die man binnengekomen? <laughs> ja, wat is dit? Het is echt gewoon een soort student die trillend Red Bull in een pepertje schrijft hoor. Ja, kom op. Ik bedoel, ik denk dat als ik gewoon dronken om vier uur s'nachts kebab ga halen, falafel in dit geval, met mijn vegetarisch, dat ik nog beter gewoon een reactie inhouden kan geven. Ik vond het echt gênant. En ik vind het ook wel dat dat, ja, ik vind het ongelooflijk dat dat bij zo'n bedrijf als dit kan. Uh, ja, De, en dan, dan krijg je dus hm. dit soort verwarring. Um, ja. Ja. ja, dus, dus dat, dat, dat aan de ene kant. Dan, dan aan de andere kant uh, onze collega uit, uit de scene, die we ook een keer geïnterviewd uh, hebben. Crack. Die, uh, die heeft een rotdag achter de rug, zullen we maar zeggen. Ja. Met uh, ik weet niet in hoeverre we daar woorden aan vuil willen maken, maar ik wil toch wel even adresseren. Dat uh, was uh, fatale miscommunicatie. of Tenminste, uh, geen communicatie dus. Kijk, Jarno en ik. We waren allebei enigszins op de hoogte. Jarno een stuk beter dan ik. Ik heb het een beetje op de zeespoor meegekregen wat we speelden. Uh, maar voor zover ik het begreep, ja, zijn er op, afspraken gemaakt. Het, het team, het, het team hè, wat we achter de Quantum show hebben... ...dat zit tussen uh, vijf, uh, vijf mensen sterk. Ja. Um, daar waren we dus bezig met een post. Nou, en Ik vond dat we met, met de kennis die ik had... ...niet uh, over de tokenomics in konden gaan... ...zodat we duidelijkheid hadden... Dus zodoende moest ik een uh, heel klein beetje... ...de confidentiality breken. Ik had dat met Greg ja. overlegd. Ik wil in elk geval mijn team... ...het team uh, inlichten... ...in grote lijnen. Um, want ja, ze accepteren niet... ...een ja daarom. En dat uh, vind ik ook wel een compliment. Uh, naar, uh, naar dus... Uh, ...nou ja... ...de, de mensen die er, die er achter de schermen werken. Ja. Ik weet niet of iedereen gedokt zal worden. Um, we weten natuurlijk uh, ons aller uh, Bas en uh, Shield. Uh, Nico is toch wel dokster, Die gaat uh, ons helpen de audio uh, optimaliseren. En, uh, Zeker. Te ja, we, op dat laat ik het zijn. zo zeggen. Er zitten een aantal mensen achter. Uh, ook gewoon een team op de Instagram. De, mm -hmm. ja, wij hebben ook gewoon een soort interne groep... waarin wij ook ja. sparren. En er is ja. natuurlijk community breed... is er ook wel uh, een nodige afstemming. Met ook directe lijntjes naar het team. Ja. Dat is een van de redenen dat we Gilbert op de lijn kregen. Ja. Omdat we dus Luke bijvoorbeeld hebben... Die heeft ja. een directe lijn met Gilbert. En uh, wat wij wilden doen, in ieder geval, was met die groep intern afstemmen wat er aan de hand was. Eén lijn vormen, één positie van één, één hypothese aannemen. Wij denken dat het zo zit. Dat ja. toetsen bij het team zelf. Ja. En dat uitdragen naar de community toe. En niet ja. uh, een eigen lijntje trekken. Uh, en dan maar zorgen dat het. Ja. Ja, uh, wat wat dat we niet willen wil publiceren. Nee. Wat, wat we niet willen. Is dat iedereen achter Greg aan gaat. Ja, en dat er een beetje grappen gemaakt worden en zo, dat is allemaal wel, wel prima. Ik heb best wel grappige dingen gehoord. Um, maar de beste man heb ik ook in de DM's gehad. En um, gisteravond, al toen ik uh, die video in mijn mail kreeg, of in mijn, in mijn DM, ben ik naar hem gegaan. Gast, wat the fuck is dit? Oh shit, deden ze het. Het was toch een beetje nou, van stomheid geslagen. Maar vanavond was hij wel um, overweldigd, terwijl hij gisteravond nog zat, van nou, het zal allemaal wel loslopen. Hij realiseert daadwerkelijk wel, um, zonder te veel details te geven hoor, maar uh, dat hij echt wel een vergissing heeft gemaakt, een misstap heeft gemaakt. En, en, en wat zijn beredenaties en argumentatie daarvoor waren om dat te doen, hè? Um, ja, die zijn van hem. Ik denk niet dat het uh, gemotiveerd was. Om, om een dum te creëren. Ik denk dat het wel um, vanuit goede intenties kwam. Hè? Met de ja. intentie om de community te informeren. Oh, jongens, dit is de informatie. Geef de informatie aan het volk. Dan kunnen ze ermee doen wat ze willen. Uh, er is een reden dat uh, regeringen dat uh, niet doen, <laughs> want de meeste nee. mensen, uh, hoe leuk ze het ook vinden, kunnen het uh, ja, vaak helaas toch niet aan. Omdat er vaak zoveel intricacies aan zitten. Hè? Weet je, net zoals nee. wat we het net gelezen hebben... Er zitten zoveel details aan... Eh, dat het handiger is om het... ja... voor te kouwen, maar ook met andere ja. mensen te delen. Van, joh, wat vinden jullie? Ja. ja, kijk, het is een hellend vlak, hè? Ik bedoel, hm. hij heeft die Patreon... gecreëerd... Uh, met als doel... Om, om, om content te creëren... die... Um, nou ja, toch wel redelijk uniek is. Want laten we eerlijk zijn, ik, ik wil Greg ook niet te veel aanvallen. Hij doet fantastisch werk voor de community. Zeker. Um, en, en ook, hij voegt gigantische waarden toe. Dus ik wil hem ook niet tot vijand verklaren. Het is een dun uh, lijntje, weet je Maar he? hij dus, heeft hoe... echt een, 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 ja, een cruciale fout gemaakt hierin. Ja. En, en die, die shit patron, de bed, hè, zeggen ze dan. Ja, in ja. zekere zin. Kijk, die Patreon, prima. Weet je wel, als jij denkt gewoon goede waarden toe te voegen, is dat prima. Maar er zit een lijn in dat op het moment dat jij zaken daar gaat delen die in principe geheim zijn, hè, en dit was dan een bearish geval, maar er zijn ook documenten waarvan we weten dat ze in de bullish case van toepassing zijn. Als jij dat daar gaat delen met volgers en uh, daarin verder niemand in de community in ligt, ja. terwijl je weet dat het schade kan doen, dan vind ik ja. dat erg zorgelijk. En, en, ja. en, en dat is echt wel een ja. les die Greg hieruit moet halen, dat dit gewoon echt niet kan. Het is gewoon nou, echt nat dan. Nou, laten we die jongen ook vertrouwen. de kans geven om, om die ja. les te trekken. Iedereen Zeker. maakt fouten en het gaat om ja. hoe je ermee omgaat. Dus laten we dat even de komende tijd bekijken, hoe dat ja. zich ontwikkelt. Dat Zeker. Ja, dat ben ik inderdaad met Bas eens. Want ik vind ook, van Greg heeft ook veel persoonlijke aanvallen te verstouwen gehad vandaag. Ja, dat uh, en dat is ook niet oké. Okay, we hebben dat eerder gezien, ook met een zekere Cole Thomas, die ook uh, op een bepaald moment echt bedreigd is. Uh, dat wil ik niet. Uh, daar moeten we gewoon boven staan met z'n allen. Maar goed, voor vandaag eventjes... de woede begrijp ik. Jarno en ik waren ook op z'n zachtst zegt not amused. Dat heb ik ook heel duidelijk aangegeven. Uh, maar goed, we moeten door. En ik vind ook dat we als een community één lijn uiteindelijk moeten trekken. Want als wij met elkaar, uh, de, elkaar de tent uitvechten, dan is het voor anderen in deze de tribalistische wereld is wel heel makkelijk om ons makkelijk aan te vallen. Dan. Dus ik denk dat we een gesloten front uh, moeten blijven. Ja. Gaan we door? Wel op basis van correcte informatie overigens. Hè? We zijn niet ja. nodeloos aan het chillen. Ik wil ja. zo goed mogelijk het beeld brengen. Nee, we is, gaan door. We, 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 we oh. willen inderdaad. Nee, maar als laatste toch. We willen geen censuur. Nee, Maar wat nee, we absoluut niet willen is dat er misinformatie verspreid wordt. Klopt. En uh, ik denk dat we allemaal daar een rol in hebben. Ja. In, in, in wat we verspreiden. Um, met, met welke intentie is natuurlijk belangrijk. Ja. Um, maar, maar ook naar, naar, naar bepaalde mate van due process. En, uh... ja. ja, dat is het. <laughs> Tot... hè? We, we willen ook geen gecensureerde secte zijn. En zelfs nee. de, de mensen die in zekere zin het narratief ja. bepalen. En, uh... en, daar doet, en daar doet Greg het heel goed. Hè? Want Greg die trekt aan alle draadjes. Tot vervelens aan toe. is dat het hard... uh, ad, 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 ad museum, toch? Zoiets? Maar Ik geen echt... idee. Maar... Ah, maar hoe vaak die mannen die voor opgeslagen hebben... Ja, maar maar hij, is, dat is... hij is altijd wel met de beste intenties bezig. Ja, en, en dat moet ook zijn. En ik denk ook dat iedereen in de community, tenminste de mensen die ik spreek, die, die staan daar ook achter. Hè? Ja. Alleen het is verkeerd op het moment dat je dit soort dingen gaat doen. Want wij willen het dan eerst onderling afstemmen <laughs> en uitzoeken hoe het zit in overleg met een team. Uh, in plaats van dat we random dingen in de wereld inslingeren die meer ja, fout doen dan goed. Maar goed, ja. dat, uh, dat was eventjes uh, over ons. We hebben drie kwartier gevent. Er waren ook nog andere ontwikkelingen, behalve deze afbaan vandaag. Daar gaan we het nu over hebben. Zeker. Bas, bereid je voor op het podium. We hebben hier een mm. Quant Tweet gedateerd op 22 juli 2022. Voor de mensen in de toekomst. Welkom. Wat is de Quant prijs? Laat even een berichtje achter in de comment sectie. Denk aan het duimpje. Doe even abonneren. Denk aan dat je ook even een telletje aanzet. Dankjewel. Overledger release 2.2.11. Now connects to a Hyperledger Fabric. An enterprise grade permissioned blockchain platform. Read more on Quanton.org slash new Overledger en dan nog wat dingetjes. Er is een thread. En um, ze hebben het hier over. Overledger gebruikers kunnen nu. Um, met een dedicated hyperledger fabric netwerk sandbox environment uh, spelen en nieuwe overledger apis gebruiken om transacties te doen en om block searches te verrichten. Hyperledger fabric is bedoeld als een fundament voor het ontwikkelen van applicaties en oplossingen met een modulaire architectuur. Het is een veelzijdig ontwerp. Dat geschikt is voor een groot scala aan industrie, use cases. In het bijzonder de supply chain management en financiële diensten. We gebruiken AWS Managed Blocks and Services om onze Hyperledger Sandbox te hosten. Er was een link. Even kijken. De link is hier. En dan zie je hem op de Quant website. Alle links in de beschrijving als je er op zijn Engels helemaal doorheen wil. Um, Bas, eventjes bij jou Wil je dat ik hier nog even doorheen ga Of zeg je van nou, um, ik steek gelijk van wal nee, nee hoor, die tweets uh, die... Kan je misschien even terug naar die tweets uh, de, de, Waar je net was uh, Hier iets naar beneden uh, Dit deelt het, of uh, dit dekt het wel uh, Het is uh, uh, Cool hè We hebben nu een hyperledger testnetwerk uh, er is weer een update. Maar vooral interessant aan deze update is dat ze dus nu die dedicated fabric sandbox hebben gemaakt. Die overigens bij Amazon wordt gehost. Daar mag je, mag je wat van vinden, maar als AWS ergens wordt genoemd, vinden mensen dat ook altijd wel weer leuk. Maar er is dus een ha Hyperledger Fabri Fabric uh, blockchain die uh, puur in de testomgeving van uh, overledger gebruikt kan worden. Um, dat is handig, want daardoor kan je wat dingen gaan doen en wat tutorials gaan maken of wat voorbeelden gaan geven van use cases. Nou, laten ze dat nou ook echt gedaan hebben. Dus als je weer teruggaat naar de pagina van Quant, hè, de link die je was gevolgd, inderdaad, dan kan je ook zien als je op de volledige release notes, de onderste link, hier, uh, yes, dat is die, um, dan zie je dat daar in, in deze release notes. Uh, en uh, ook weer een link is naar een soort tutorial. Nou die tutorial link die werkte de eerste dagen niet. Ik weet niet wat jij nu aan het doen bent, maar misschien is het verstandig als ik begon mijn scherm begin te delen. Zo ik weet. Wat jij nu kunnen mensen dit dan zien, Jarno? Misschien moet je dit niet. Hm? Uh, kan ik oh, mijn dit? scherm delen zonder ja, dat. Uh, ja, je kan oh. gewoon uh, als je op uh, share screen drukt onderin. En dan, uh, nee, er staat uh, hier... you cannot start screen share while the other participant is. Ah, uh, uh, je weer. hebt de rechter. Maar dit is wat je zoekt toch? Uh, ja, kijk en hier iets oh, verder naar beneden. Ik, ik ga het even aanpassen. Dan uh, blijf hangen, jongens. Found in the tutorial here. Uh, dat is uh, een link die je kan volgen. Die was in eerste instantie dus niet. Exact, nu kan het wel. Uh, je, kan, uh, je kan gewoon. Uh, ik heb het aangepast. Houd yeah. uh, Jacob um, maar. Nou, Waar moet ik rekening mee houden, Jarno? Dat je niet je hele toolbar, wachtwoorden en shit uh, allemaal. Uh, nee, uh, ik doe mijn best en anders uh, vertrouw ik jou dat je er toch uh, wat te doen hebt met een editing. Het is Nou, helemaal. Jo, maar kijk, hier, de, de, deze um, tutorial was eerst niet beschikbaar hè, de eerste paar dagen. Um, ja, e-mailtje naar kwant gestuurd, zoals het hoort. En uiteindelijk is uh, dat, al dan niet door mijn e-mail of door ander toeval, is die link nu beschikbaar en kunnen we die uh, tutorial gaan volgen. En nogmaals, doordat die sandbox van Hyperledger Fabric bestaat, uh, hebben we daar dus nu ook wat mogelijkheden voor. Um, ik uh, weet niet hoe interessant het is om het één voor één helemaal te doorlopen. Daar kan je de tutorial zelf voor gaan volgen. Uh, maar goed om te weten is dat als je een MDAP geregistreerd hebt in, het developer, uh, in de developeromgeving, dan heeft jouw uh, MDAP ID, die heeft al wat noem het, uh, yeah, data gekregen binnen dat hyperledger uh, uh, Fabric Network, die Sandbox. Dus ook als je een nieuw MDAP gaat maken... dan wordt je als het ware meteen... Uh, wordt er wat voor je klaargezet. En een van de dingen die voor je klaargezet is... zijn wat smart contracts. In dit geval wat QRC, een QRC20 contract... die um, in, in dit voorbeeld uh, loyalty tokens gaat vertegenwoordigen. Loyalty points. QRC20 tokens, die dat uh, gelijk staat aan loyalty points... Um, en een QRC 721. Wat superleuk is. Want dit is de eerste keer dat we een interactie hebben met een Quant NFT. Um, uh, interoperable NFT uh, uh, op papier. Uh, en dat is een uh, Flight Reward. En in wat we gaan doen. Kunnen we op een gegeven moment onze QRC 20 tokens. Kunnen we ruilen 100 daarvan. Voor één QRC 721 NFT. Token, om het zo te zeggen. Yeah, boy! Dat staat allemaal hier stap voor stap uitgelegd, wat je moet doen om dat te, te kunnen doen. Ja, Wil je dat normaal... even oplezen, Bas, voor de mensen die thuis aan het kijken zijn? Ik ben Zeker. heel benieuwd. Haakje openen. Uh... Dat is geen haakje, dat heet anders. Oh, uh, nou. Nee, dat <laughs> het <heet> is geen scheid. We <laughs> uh, nou, zien heel uh... veel code, lieve mensen. Dus ik ja, kijk ja. even. Op, op ja, en, en ik kan niet zo goed scrollen. Vind. Uh, uh, dus sorry dat ik daar zo snel doorheen ga. Uh, ja, kijk, normaal gesproken moet je helemaal een, uh, een, je moet het even, een app maken om te praten met iets. Hè. Dan moet je logica uh, gaan maken. Maar doordat we die Fabric Instance hebben, uh, kunnen we nu via Postman kunnen we mm -hmm. gaan interacten met Overledger. Uh, Postman is niets anders dan een manier om de API waar jullie ook de mond van vol hebben hè, dat is mm -hmm. de manier waarop je interact met uh, overledger. Nou, om dat te kunnen doen, moeten we een token hebben. Die token die kan je genereren op basis van wat informatie uit je developer ID. Dat is allemaal al gebeurd. En mm -hmm. ik heb al deze stappen al doorlopen. Deze okay. stappen heb ik doorlopen en die heb ik allemaal hier een naampje gegeven. Allemaal request. Ja. En daar gaan we nu eens eventjes naar kijken. Ja. We um, zitten dus nu in Postman. En, ja. uh... Ja, je ziet aan de rechterkant hier weer een uh, hoop podem met gekleurde lettertjes in een bepaald format, terwijl aan de linkerkant eigenlijk een soort van een uh, tree-branch-menu is. Ja. Uh, en, dus we zitten. En nu voor in... mijn beeld, uh, Postman is geen soort van uh, postbode, dat is een soort van coderingsprogramma. Dus, uh, uh, nee, ik... Postman is gewoon, zeg maar, de makkelijkste weg om een request te kunnen gaan sturen. Een post-request, een get-request, allemaal wat je hier ziet. Een post-request ja. in dit geval naar de. API van Overledger okay, in, de okay. in de sandbox. He, dus we, deze URL gaan we wat data naartoe sturen. Die data die we er naartoe gaan sturen, dat is ja. uh, JSON-data en dat is uh, deze data die we hier boven zien. Hieronder zien we al een resultaat, maar dat komt omdat ik het even voor moest bereiden. Voor de, de gateway-operators die in 2020 dit opgezet hebben, um, dit had je eigenlijk opgezet. Um, in met, meestal met, met, met putty in je, in je gateway. En dan kon je dus inderdaad via Postman. kon je dan op een payment channel een, een betaling doen. En dan had je er negen, geloof ik, uit mijn hoofd. En dan kon je dus payment request doen. En dan kon je dus ook zien op het dashboard. dat het aantal transacties elke keer één meer werd. Um, en dat is okay. eigenlijk wat je. Voor, voor de mensen die dat nog weten ja dat, dat is, ja, dat is lang geleden. <laughs> nou ja dat is inderdaad uh, op dezelfde weg kon je een request naar je gateway sturen en die gateway ja. dat de gateway ja. request werd gelogd inderdaad. Juist, nou juist. goed dat request wat we gaan sturen hè, daar hebben we de autorisatie een token voor die laat ik niet helemaal zien dat is degene die ik heb gemaakt en we hebben een body en hier staat in wat we gaan willen doen nou, dat hebben we allemaal geleerd zeg maar in deze tutorial dus daar ga ik je niet mee vervelen maar we gaan een contract aanroepen en welk contract gaan we aanroepen er uh, staat wat verder op, maar we gaan dat doen op dit Hyperledger Fabric uh, Quant Sandbox uh, apparaat. Of in ieder geval... Uh, Kasteeltjes bouwen! Uh, ik yeah. heb een idee, uh, een origin ID gegeven. En die staat gelijk aan mijn test die ik hiervoor heb gestuurd, uh, opgezet. Dus we sturen dat request nu. En zoals het werkt in Overledger met alles... is dat je eerst een soort voorbereidend request doet... en daarna een execution van dat request. Dus we hebben die voorbereiding hebben we nu gedaan. We hebben dit voorgelegd bij, bij Quant... van, joh, luister, ik wil dit smart contract gaan aanroepen... voor dit ID. En wat krijgen we terug van Quant, of van Overledger? Hé, hey, dat is cool. We hebben je request verwerkt... en dat, uh, die heeft een ID meegekregen die je hierboven leest... en je moet daarvoor betalen... Nou, daar moet je voor betalen in QT. En het bedrag is nul. We zitten in een test setup. Nou, zo krijgen we dus. Token dat niet het. Stop. Kat. Nou, uh, wow. nou <laughs> ja. Maar hier krijgen we dus uh, 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 over die loyalty points. En ja. hier hebben we dus een, een, een request. Nou, zoals ik had gezegd, hè, je breidt het eerst voor. En daarna uh, zeg je tegen Overledger: van Nou, doe maar dan. Ik ben akkoord met de fee. Dus we gaan dat request ID uit de vorige, vorige stap hier. Uh, plakken en we verzenden dat naar de API en nu net iets andere hè, endpoint. En wat mm. krijgen we? Hey, we hebben een request ID. Dat is een transactie op Overledger. Uh, weer het uh, locatie, hè, welk netwerk we dat doen. Hier kan dus bijvoorbeeld ook Bitcoin staan. Hier kan Ethereum, Mainnet, Ethereum, uh, uh, Robston staan. Hier kan mm. uh, Polygon, Mumbai, noem het allemaal maar op. Uh, maar onze transactie van juist, die is in ieder geval succesvol. Dus we hebben voor mijn MDEP-ID hebben we net uh, loyalty points aangevraagd. Nou, dat hadden we, uh, uh, in, als ik het iets beter had voor kunnen breiden, had ik je kunnen laten zien hoeveel points ik had voordat we dat doen. Maar dat is nu uh, te laat. Wat we nu gaan doen is, we gaan diezelfde API weer gebruiken om te kijken van nou, oké, okay, hoeveel loyalty points heeft mijn, M, mijn mdap id heeft dat dan? Mm -hmm. Dus dan gaan we iets weer versturen naar de API via een smart contract endpoint. We krijgen hier wederom een request en ik hoop dat jullie nu geleerd hebben dat je kijkt naar dat request, je kijkt hoe duur dat is en je gaat daarmee akkoord of niet. Hier kan je natuurlijk ja. in je applicatie of in je. gateway systemen... v staat daar ook inderdaad. Exact. Ja. Daar kan je natuurlijk logica voor inbouwen hè? van uh, indien. De fee lager is dan, zo, dan dit. Ga automatisch akkoord en ga naar de volgende stap. Maar goed, hè, dat, ik hoop dat dat voor zichzelf spreekt. We hebben in ieder geval weer een request die we hebben voorbereid en die we nu kunnen laten uitvoeren. Dat gaan we in dit geval eventjes hier doen. Zo. Ik zou je uh, niet vervelen hoor met waarom sommige dingen net even iets anders eruit zien dan uh, uh, in eerste instantie. Maar we zijn dus nu weer in Hyperlever, you your Fabric Quant you sandbox aan het controleren. Uh, of... Hyperlever, die houden we erin. Hyperlever. Ik ken veel liefers, geen uitleverer. Hyperlever. Of... Ge maar oh, oh, hyper uh, maar uh -huh. jongens, kijk nou eens jongens, ik heb Fedori 600 loyalty punten heb ik uh, gekregen. Of in ondertussen <laughs> verzameld. Luister, dit is natuurlijk allemaal een, een, een codeweergave van wat je ook ja. in een website kan hebben. Hè. Er kan naast ja. mijn plaatje van mijn hoofd staan: hé hey, vriend, je hebt 600 loyaliteitspunten. Maar ja. Ja, dat hebben we dus nu uh, gezien. Mijn mWeb-ID heeft uh, 600 van die loyalty points. Nu kunnen we 100 van die punten gaan inruilen voor een Loyalty NFT. Of in ieder geval een Flight Rewards NFT. En Even, ook hier weer... Ja, als je dat nu NFT gaat zeggen, dan ga ik zo... Oh. geluidje maken <laughs> voor de Moonboys. Uh, Go for it. Okay. Eh, en dat zijn dus weer dezelfde paar stappen. Hè? We gaan eerst een request voorbereiden. We krijgen mm -hmm. daar een request ID voor met prijs en informatie. Als we daarmee akkoord gaan, kunnen we dat... Uh, uh... Uh, daar kunnen we dan uh, de, de executie-URL weer voor gebruiken. Dus we gaan deze response-request-ID hierin verwerken. Uh, uh, dat gaan we versturen. En dan hopelijk krijgen we een succesverhaal. Uh, en dat hebben we niet. Kijk eens, uh, we hebben een uh, transaction-ID en we hebben een failed-message. Maar wat hebben we dan? Nou, gelukkig krijg je daar dus informatie over. Luister, de token already exists. Nou, dat is ook niet zo gek, want een NFT, daar bestaat oh. er maar eentje van. En dat betekent dat als ik deze stap al een keertje tijdens het voorbereiden heb gedaan... en de NFT met deze oh. naam eh, al heb eh, toegeëigend, dan werkt die handel niet meer. Dus wat ja, gebeurt er? We gaan een andere NFT proberen oh. te claimen. We gaan eens kijken of dat gebeurt. <laughs> ja, God, hier, ik was wel even vergeten kinder, dat hier, joh. <laughs> het een geluid dat je dat zou gaan maken. Uh, maar nu ben ik onzeker, dus we gaan kijken. Krijgen we een NFT'tje erbij, jongens? Van, oh. Hebben we een qrc 721. Ja, kap Ik zet je op nu. Oh. <laughs> ja, maar ik, ben, ik hoop dat Tim nog enthousiasme kan opbrengen... voor de succesvolle transactie die we net hebben gedaan. Een succesvolle transactie, hè? Dus we hebben net uh, een smart contract weer aangeroepen... waar 100 van onze QRC-20-tokens worden omgeruild voor een reward uh, flight NFT. Uh, oh! <laughs> sorry, ik ga er niet op wachten. Uh, <laughs> en, en dus we hebben nu even. In, nou, maar zonder gein, hè. we hebben dus nu interactie gehad met twee hele belangrijke elementen, wat, het, wat binnen Overledger gaat spelen de komende jaren: QRC20 en qrc, QRC 721. Nou, om te kijken of we nou ook daadwerkelijk een extra NFT'tje verbonden hebben aan ons MDEP. Uh, ID in de sandbox instance gaan we weer een verzoek doen. We gaan uh, controleren hoeveel van die dingen we hebben. Ook hier weer hebben we een post request naar de API met een body. We gaan hè, wederom eerst definiëren uh, op welk netwerk praten we. Waar gaan we naar waarmee gaan we praten hè, met het flight reward smart contract. En we willen weten. Uh, heb ik dingen hè, balanced of heb ik uh, flight rewards? Nou, die gaan we voorbereiden. We krijgen wederom een eh, verzoek terug van bedankt dat je iets wil doen op overledger. Dit gaat wat kosten. Als je mee akkoord gaat, kan je akkoord gaan en tekenen met dit request ID. Dat gaan we dan ook maar eens doen. En dan krijgen we hopelijk zo meteen, als we dit gaan sturen, een reactie. Uh, even kijken, heb ik dat niet, niet goed gedaan? Even kijken, flight Rewards. Is dat deze? Yeah. Audio is best wel weer een beetje semi roboty uh, Dat kan gebeuren. Okay. Is het oké? Okay? Ben ik weer een beetje uh, terug? Ja, uh, het, het, het is niet loopzuiver, maar je bent verstaanbaar, zeker. Uh, het uh, goede nieuws is dat we relatief aan het eind zitten, want ik heb. Uh, nu een, uh, een balance check gedaan voor Flight Reward. En als het goed is, kunnen we, hier, kunnen we hier naar beneden scrollen. En zien we dat ik het hele drukje uh, ongeveer vijf keer heb gedaan. Want ik heb ondertussen vijf van die uh, QRC-721 uh, NFT's aan mijn NTEP-ID. En natuurlijk is dat grappig om daar grappig over te doen. Maar mijn punt hieromheen is: van jongens, dat is leuk. Want je hebt interactie met twee echt belangrijke mm. contractvormen binnen Overledger. En um, ik denk dat het voor sommige mensen gewoon soms fijn is om te zien dat als je. Uh, um, Dingen aanvraagt binnen Overledger, dat je ziet dat er nog steeds gateways en quants en dat soort dingen mee gemoeid gaan. Ondanks dat het nog niet allemaal per se op de, uh, op de snelheid gaat uh, dat we ze graag zouden willen, uh, is het hopelijk wel een leuke illustratie van hè, Overledger. En je hebt het nu gewoon in actie gezien. Hè. Dit zijn gewoon echte transacties. Weliswaar op een uh, uh, testnet. Mm. Maar dat is nou eenmaal de manier waarop dingen werken. En mm. uh, het is ook zonder geld om alles maar te betalen. Uh... Dus ik, ik, ik hoop dat het interessant is en vooral hoop ik uh, 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 dat we meer van dit soort dingen gaan zien. Hè? Een, ja. een loyalty program use case hebben ze gewoon beschikbaar gemaakt voor ons om mee te spelen. Nou, vooralsnog ben ik waarschijnlijk de enige of een van de weinigen die dat heeft gedaan. Maar hier zijn natuurlijk heel veel andere mogelijkheden voor in te vullen die mensen kunnen inspireren om ook daadwerkelijk MDEPs um, te gaan bouwen, uh, powered by no. Overledger. Nou, en wat natuurlijk super interessant is, kijk, alles wat jij nu handmatig doet copy paste en, en elke keer dat jij het woordje NFT zei. Um, dat, al die handelingen, die heb je ook als je op een website bent. Als jij op oké okay klikt voor um, iets, dan, dan wordt iets verzilverd. En op dat moment gebeuren al die dingen die jij nu handmatig doet, als ik dat goed begrijp. Dus, dus jij drukt op, op oké, okay, ik ben het ermee eens. Dan gaat op de achtergrond gaan al die scriptjes... die gaan lopen. En die zorgen dat al die andere dingen die je net gedaan hebt, dan geautomatiseerd plaatsvinden. Waardoor je dus Tuurlijk, dan je ja. points redeemed voor een NFT. En ik denk dat dat voor, voor, voor mensen even belangrijk is om te realiseren. En dat is allemaal code. En dat kan je allemaal maken zoals je wil. En, en dat, dat, dat geldt eigenlijk voor alles. Um, wat we doen met no. gekke computers. Dat ziet er zo uit als wat Bas net heeft laten zien. Alleen dan natuurlijk op een wat, wat grotere schaal. Ja, en dit is natuurlijk alleen maar om de weg van de minste weerstand te bewandelen om dit te kunnen laten zien. Hè? Op het moment dat je ja. inderdaad, een, noem het even, een website hebt of een systeem, dan zijn een heleboel van die dingen die ik je net heb gezien, ja. zijn variabelen die je definieert en die dus... Uh, uh, nou, gebruikt kunnen worden. Dus op het moment dat je daar logica voor schrijft, kan je natuurlijk best vertellen aan, noem je, het je, even, je computer, je server: van joh, ik ga een request versturen. Uh, je krijgt dit en dit, mag je terugverwachten. En dit element uit die reactie gaan we gebruiken in de volgende stap. Dat is gewoon computerlogica, zeg maar. Dus uh, daar. De mensen die dit hebben gekeken, die er een klein beetje kaas van gegeten hebben, zullen daar niet zo heel verbaasd van zijn. Um, mm -hmm. Maar goed, uh, luister, ik was gewoon uh, in mijn groggy toestand vanmiddag erg blij dat ik een keer QRC 721's heb kunnen aanraken. Want uh, mm -hmm. ik heb dat meer dan eens geprobeerd tot nu toe. En tot nu toe bleef ik vastlopen bij de tests en de dingen. En ik heb er ook wel eens contact over gehad met Quant. En eigenlijk is dan de reactie kreeg ik terug van joh het is niet helemaal klaar of we haal het wel weg of uh, laat me rust <laughs> niet, echt, hoor, maar van, de, niet echt maar You're weer alone. van niet echt maar weer van helemaal niet hoor maar het is, het is wel zo van oh bedankt dat je ons hierop hebt gewezen uh, als je zo'n ja. pagina refresht dan bestaat het gewoon niet meer en, en, en gelukkig mee uh, en dus dat is het ook wel weer fijn om een paar weken later te zien dat dingen weer uh, terug zijn en uh, ik blijf erbij, ik nodig jullie allemaal uit om hier een beetje mee te rommelen. Want het is echt best haalbaar om het te doen. En dan ja. geef je toch wat handvatten voor wat is dat overledger nou? Anders ja. dan daar en, hè, in en, abstracte termen over te denken. Ja, dankjewel ten eerste voor, voor deze illustratie. Hè. Mm. Mijn eerste observatie is, uh, eh, ik ben echt in cryptos niet zo hoor. Ik, ik heb geen idee hoor. Maar. Uh, <laughs> Ik, ik ben ook maar toevallig een toevallige voorbijganger. Maar ik vind het wel interessant dat bij elke transactie die je doet, dat er gateway fee staat. Wat dus toch wel aangeeft dat gateways dus blijkbaar onderdeel zijn van Overluncher. Hey, dat is het eerste wat ik zie. Het, dat is precies twee, wat Gilbert, van... Gilbert zei hè, vanmiddag. Maar... Oh ja, yeah, yeah of little fate! <laughs> wel, maar we zien nu gewoon met het, het ding in actie. Uh, waar we uiteindelijk allemaal vertrouwen in hebben, zien we rollen. Maar dit was ja. in 2020 al, jongens. Je kon in 2020, toen de eerste gateway-iteratie uitkwam, kon je dit al zien. Toen was dat al zo. Toen moest je al test-Q&T hebben voor je gateway. En ja, ik, ik blijf daar toch een beetje verontwaardigd over, dat, dat, dat mensen dan... Oh, dit is een gateway! Ja, natuurlijk staat de gateway. Dat is hoe... De hele wereld heeft het erover. De BIS heeft het erover. Oracle heeft het erover. Lection heeft het erover. Iedereen die... Die, die, die is vol lof over de API Gateway Interoperability bla 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 verhaal. En wij zijn helemaal verbaasd dat we een NFT ermee kunnen creëren. Sorry. Ja, maar wat, want wat, wat zagen we nou? Niet? Dus hoe moet ik zo'n NFT in, in deze zin voor me zien, Bas? Want we hebben er nog eentje op Hyperledger Fabric gecreëerd, yeah. maar... Nou, we hebben niet één gecreëerd, hè? we hebben er eentje uh, oh. redeemed hè, vooral. Dus okay, we hebben een, ja. een bestaande NFT dus hebben we, uh, ons toegeëigend in ruil voor 100 van onze loyaliteitstokens. Dit was niks anders dan een voorbeeld van een use case. Hè? Okay. Uh, je bent een, uh, een vliegmaatschappij. Uh, 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 voor iedere vlucht dat iemand doet, krijgen ze wat. Loyaliteitstokens en met een x-aantal loyaliteitstokens kan je hmm. um, uh, nou ja, een beloning opeisen. Nou, NFT's zijn daar op de blockchain het meest uh, voor de hand liggend voor, want dan kan je namelijk bij een uh, smart contract connecten. Dus dat je op zo'n website ergens je MetaMask bijvoorbeeld uh, connect, dan kan, uh, noem het even, de webapp checken: van joh, is Jarno uh, uh, of is Tim in het bezit van uh, NFT XXX1? En als die in het bezit is van NFT XXX1, maak zijn volgende boeking 25% goedkoper. Of geef uh, uh, Tim uh, extra informatie weer op deze website. Want hij heeft door basis van, uh, van die NFT heeft hij het recht om meer te zien. Een okay. NFT is dus niet per se een plaatje van um, een knakker met een bril op, een cryptopunk of wat dan ook. Een NFT ja, ja, kan ook gewoon zijn. een toegangs. Uh, ja. uh, bewijsje zijn. Maar uh, om... wat... Ja, oké. Okay. Ja, ik, snap ik, snap ik. Maar hoe. Welke rol speelt Overledger er dan in? Want, voor zover ik Overledger begrijp, is het dus een besturingssysteem waarmee. Interoperable dus... NFT's. Je kan gewoon multichain NFT's maken. Dus zeg dat die NFT die, die Bas net noemt, een QR-code is. Ja, ja. is. Dat is visueel, hè? Dat, is, dat is te zien voor je. Die QR-code, die is zo geordend, er staat een bepaalde hoeveelheid aan informatie in. En die is uniek op zoveel punten. Hmm. Dat is eigenlijk wat, wat die doet. Dus um, die, die QR-code, alleen zie je die in dit geval niet. Maar het heet een NFT, omdat het een non-fungible token is. Dus je kan die token nergens anders voor gebruiken dan voor die ene functie, dat ene ding. Het is niet fungible. Maar, maar zal het dan ja. ook. Sorry. Ja, ja zal het dan ook betekenen dat je bijvoorbeeld bij één luchtvaart, dat je dus op basis dat je dat dus gewoon een soort van uniforme NFT krijgt? Dat is precies de goede elke, vraag die je stelt. Want elke luchtvaartmaatschappij ja. kan worden ingediend als elke luchtvaartmaatschappij een andere blockchain oh. gebruikt. Is dat, is dat waar we op uit zijn? Uh, een uh, soort van, hè? Want dat, daarom is dit een heel goed voorbeeld. want uh, je hebt, met KLM heb je zo'n. Um, God, weet het ook alweer? Die hebben zo'n consortium hè, waar allerlei andere vliegmaatschappijen zich ook aan. En dan deel je bijvoorbeeld loyaliteitspunten. Mm -hmm. nou, Star Alliance, nou dat... denk ik. Ja, Star Alliance, zou zomaar kunnen. Maar stel nou dat we uh, dat voorbeeld wat we dus net hebben gezien. dat dat inderdaad op KLM is. En dat die hebben een Hyperledger, niet Sandbox, maar een echte instance. Uh, en vervolgens willen we bij Air France willen we vliegen, maar die draaien hun instance op Corda. Dan heb je dus uh, uh, interoperability nodig als jij tokens, QRC20 tokens, wil gaan toevoegen aan mijn, noem het, MDEP-ID of aan jouw identiteit, hè, om het zo te zeggen, op het uh, op overledger, zodat Jarno punten kan verzamelen bij al die vliegmaatschappijen die daarin aangesloten zijn, waar je dus in aanmerking komt van die uh, voor die loyalty tokens. Hetzelfde geldt op het moment dat. Uh, uh, Jarno, al die punten heeft verzameld bij KLM, maar bevol vervolgens bij een andere maatschappij wil gaan vliegen die binnen die alliance hoort, dat hij die NFT, dat ze die NFT kunnen lezen binnen het netwerk dat voor hun relevant is. En wat de rol van Overledger hierin is, is dat die tokens, die zijn die QRC20 tokens, dat is een smart contract wat er gemaakt is om in de basis interoperabel te zijn. En hetzelfde geldt voor dat QRC721. Contract. Dat zijn dus meer portable tokens en NFT's dan we tot op heden uh, 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 mee te maken hebben gehad. En de rol verder heb je net gezien: hè? elke keer is de rol van Overledger. Je, je stuurt een verzoek naar overledger. In, die overledger. in dat verzoek heb je data dat je in de body zet, in JSON-formaat. En daarin beschrijf je eigenlijk wat je wil gaan doen. Ik wil uh, muntjes overmaken. Ik wil een, uh, een functie in een smart contract uh, aanroepen. Ik wil whatever. Nou, dat leg je voor bij overledger. Die abstraheert dat naar hun eigen request, zodat dat relevant uh, is en werkt voor het, uh, uh, het endpoint DLT. Hè? In dit geval. Uh, Hyperledger, maar dat zou net zo goed Mumbai kunnen zijn... of Polygon of iets anders, hè? Um, en die stuurt jou terug van... joh, luister, we hebben jouw request hebben we verwerkt... we kunnen dat gaan uitvoeren, dat kunnen we doen voor hè, deze fee... en als je mee akkoord uh, bent, uh, lieve computer, laat het weten. En dat is dus elke keer die executiefase van dat request... Dus dat zouden we in potentie nog een keer kunnen zien als dat handig is voor je. Maar mm. dat hebben we net een paar keer gezien. Hè? We doen eerst elke keer een verzoek. Dan krijgen we een request ID terug. En, en een prijs. En als we daarmee akkoord gaan, kunnen we dat verzoek uh, terugsturen naar Overledger. En die posten het dan daadwerkelijk naar de noem het echt ja. de blockchain. Naar de relevante DLT op dat moment. Ja. Ja. Is dat wat je vroeg? Ja, ik, ik, ik probeer het te begrijpen. Dus het trouwens, ik zat ook onder onderzoeken wel. Je, welke, je, klantenkaart, je klantenkaart kun je overal gebruiken. Het, het is trouwens geen storylines, het is Sky Team. Zover heb je <laughs> het verhaal meegekregen. Jezus. Maar, maar ja, het voorbeeld ja. staat, hè? Het nee, voorbeeld maar, staat daar wel mee. Okay, natuurlijk, het is gewoon lastig om dit soort abstracte zaken, gewoon als je gewoon een huistuin keukeninvesteerder bent, en ook niet ja. per se de meerwaarde ziet van wat, want in mijn opinie, ja, het werkt allemaal. Uh, snap je? Ja, weet <laughs> ja. je, uh, ja, weet je, uh, leuk ja. allemaal. Ik, ik begrijp dat de vooruitgang noodzakelijk is, maar ik, ik kan er vaak niet zo'n beeld bij hebben wat er dan allemaal gebeurt. En ik snap dat het nee. belangrijk is dat mensen er heel druk mee zijn, maar je dat het voor mij als consument het uitmaakt. Geen idee. En jij zit hier nu, jij zit hier nu voor, voor je quote unquote werk. Ja, ...wij willen dit aanhoren... ...wij willen dit proberen duidelijk te maken... ...voor de... Uh, ...de, de, de ja. ...en... ...en je hebt al moeite om dit te doen... ...voor je job. Laat staan... ...alle cryptosnitzeltjes... ...die vanmorgen in één keer voorbij zijn gekomen. ...hoe uh, Carlo Collista dat leuk schrijft... ...token not needed. Die hebben helemaal nee. geen glosse aandoening... ...van wat er speelt. Helemaal niks. Die, die, nee, die nee, hebben alleen nee. maar blinde paniek omdat ze het niet begrijpen op de achtergrond. Mijn paniek, onze paniek, was een heel stuk minder. Of ja, op, tot een bepaald punt niet bestaand. Omdat we wel begrijpen, tot op zekere hoogte. Hè, niet de diepte van Bas, maar hoe dat zit. En dat geeft voor mij ook echt wel aan. Uh, ik wil ook echt niet dieper hoor, Bas, dan wat we nu geweest zijn. Want dat, dan begint mijn hoofd wel pijn te doen. Nu kan ik de logica nog wel volgen. En dan kan ik nu de vertaalslag nog maken. Maar daar houdt dan ook mijn interesse op. Maar een, een beetje dit vatten, hè? onderkennen, erkennen. Um, en ja, zoals Bas nu doet, het inzichtelijk maken. Met um, inderdaad het woordje gateway. En ik noem heel bewust bij het woordje NFT de... Ah! Want NFT's spreekt iedereen aan. Ik zet dat straks in de titel. Iedereen en... vindt NFT's leuk. Nee, iedereen vindt NFT's... Ah! Nou ja. Dat, een beetje als de... Pingwins. Er is niemand die niet hekel heeft aan Pingwins. Dan... Ja, maar voor de, nee. voor, voor de helderheid, Tim... dit is toch het minst abstracte voorbeeld... wat je misschien Plot. wel gezien nee. hebt tot nu toe van Overletcher? Ja, nee, nee, zeker. Het is gewoon meer dat ik mezelf probeer voor te stellen... hoe dit, hoe dit dan gaat. En, en, en ik snap inderdaad dat je die, 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 ja, die credits die je dan opbouwt... maar in een NFT-feed, dat, dat snap ik. Uh, maar ik probeer me gewoon voor te stellen... hoe dat voor een luchtvaartmaatschappij dan werkt. Van, neem je dan een abonnement op Overledger ieder jaar... En, Ga je dan met, met QRC 20... ga je dan je, je contract bouwen? Je ja. QRC, ja, geen QRC 20... maar QRC 721, toch? Ja, mm -hmm. dat is ja. het idee. Ja, dus... Ja, ik begin het en, te snappen, maar... En ik, zelfs als ze het... Overledger niet hebben... maar ja. we, we vliegen dus daadwerkelijk... vanaf Amsterdam naar Rotterdam... en Amsterdam heeft uh, wel Overledger... en Rotterdam niet. Maar uh, Rotterdam zit wel op een blockchain... die door Overledger interoperable is... Dan kan je dus nog steeds, als ik het goed begrijp, op Rotterdam met je uh, QRC 721 daar scannen. Ja. Want ja, okay, en ja. in potentie, zelfs met een uh, luchtvaartmaatschappij uh, die geen blockchain heeft, hè, een legacy ja. system. Ja. Uh, maar uiteindelijk ja. dat soort dingen hebben altijd meer imp implementatie nodig dan mm -hmm. uh, die drie lines of code. Uh, oh, hopelijk was het ook duidelijk dat dit een supersimpel <sugt> voorbeeld is, wat meer dan drie regels. Is hè, dat three lines of code is, is meer een leuke binnentrekker? In praktijk is het altijd wel even iets meer werk hoor, om uh, ja, nature. iets werken ja. te hebben. Ja, ja, ja natuurlijk. Nee, maar, ja, ik probeer hem gewoon te vatten. Ik ben niet zo snel hierin altijd. Je moet mij dingen tien keer uitleggen en dan begint het een beetje te dagen. Um, ja, het, hoeft, het hoeft ook niet. En voor de purpose maar... of this show. Denk ik dat het ook nog wel duidelijk is nu, enigszins? Of... Ja, nee, maar absoluut. Het is gewoon heel goed om te zien. En, en, en dat, dat is denk ik een beetje wat de, 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 de lijn die we eruit kunnen halen. Is dat er niet wordt stilgestaan. Hè? Soms voor ons, uh, voor bui als buitenstaanders. Uh, nu vind ik mezelf geen buitenstaander hoor. Ik ben, ben er ook wel actief mee bezig. Maar uh, er wordt ontwikkeld, er wordt gebouwd. En, 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 en dit zijn gewoon toepassingen... Die we letterlijk gaan zien de komende jaren. En, en dit heel is slechts één toepassing, hè? <laughs> ja, en heel belangrijk, want ik, ik ben geen uh, super echte coder, om het zo te zeggen, maar ik ken wel heel veel super echte coders. En zoals mm -hmm. de meeste super echte coders werken, is. Uh, uh, je probeert in je code iets op te lossen, lukt het niet, ga je het opzoeken. En dat ja. opzoeken doe je met documentatie, daar hebben we docs.overledger.io voor, maar vooral ook. Examples. En hoe meer van dit soort voorbeelden we hebben, kunnen we die voorbeelden aanpassen aan onze wil. Hè? Die, ja. Kijk, want op het moment. nu hebben we het over loyalty tokens en een flight reward. Maar die terminologie kan je natuurlijk uh, veranderen in wat je maar wil. En dan in plaats van loyalty tokens. heb je. Uh, 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 airmails. Uh, uh, of. geef ik een kut voorbeeld wat ook loyalty tokens zijn. Maar daar kan je dus. Uh, uh, het op aanpassen. En het is voor developers dus super belangrijk. Hoe meer van dit soort spullen we hebben, hoe makkelijker je dit soort testjes kan opzetten voor jezelf en kan denken: oh, verrek, dit element kan ik dus hè, gebruiken eh, in mijn use case. Nou. Dit is een deel. Vele... Ja, nee, absoluut. Dat, dat ongetwijfeld. <laughs> en maar, ik, ik vind het ook. <laughs> Er zitten echt wel kleine kinderen opgeschreven. Sorry. Twee, ook echt. Pas op. Nee, maar. Soms moeten we het gewoon even verlagen naar het niveau van voetbal. Ik Giet dat contract binnen. Sorry. Maar. Sorry, Bas. Schenellingens. Bas, sorry, dankjewel. Uh, en ook, ik probeer toch even. Bas is gewoon helemaal stil van, volgens mij. Arm, 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 nee, nee, nee. nee, nee. met de stijgende verbazing oh. te kijken waar hij daar nou weer terecht is gekomen. Maar, ben je vandaag voor en, het en, eerst. Welkom bij de show. Welkom in het als, ja, wel, ja, wel, welkom in de bij de stichting. Uh, nee, maar je liet ook zien, als je misschien heel even terug gaat naar je schermdelen, als het mag in ieder geval. Want yeah, sure. ik, ik vind het heel vet. En dan waarschijnlijk morgen ergens in de middag begrijp ik wat je net uitlegde. Oké. Okay. Nee. Kan je nog even meer zien mevind. ondertussen? Ja. En okay. als je misschien naar de eerste pagina gaat, de eerste tabblad van jouw browser. En dan zie ik daarbovenin zie ik een bepaalde website staan, namelijk github.com. En ik kan me een zekere fut herinneren de afgelopen jaren dat er geen ontwikkelingen waren op Github. En wat ja. staat hier? Hoppa, GitHub. Er wordt gewoon. Nee, je kan het wel altijd gewoon kijken. Er is ook ja. bijvoorbeeld acht dagen geleden nog een update geweest. voor de Overledger-tutorial. 22 dagen geleden voor het laatst. voor de JavaScript SDK V2. Uh, 9 oh. mei als het gaat om de developer. Jo, dan kan je gewoon zien hè, dat er dingen zijn. Uh, waar ze mee bezig zijn. En al deze branches. Uh, of repositories. Uh, die zijn lang niet allemaal publiek. Hè. Dit zijn alleen dingen waar wij kunnen zien. Maar deze is dus. Uh, sinds gisteren, of in ieder geval vandaag ergens, is die beschikbaar gekomen. Maar die bestaat al veel langer. Hè? Dit he uh, heeft die Alex Chirac, deze jongen, heeft dit uh, uh, opgezet. Chirac. Chirac, Chirac, sorry. Chirac was dat kleine presidentje van uh, Frankrijk vroeger, weet je nog? Ja, oh, dat ja. weet ik nog wel, ja. Was die deed uh, die kerproeven uh, op Meroa, nee, geloof ik. Ja. Maar het punt is hè, dat niet alle dingen op GitHub. Uh, 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 altijd helemaal meteen uh, zichtbaar zijn... maar er zijn een heleboel dingen die we gewoon kunnen zien. Hè? En wat jij net zegt, Tim... Uh, hier kan je jezelf gewoon regelmatig gerust gaan stellen... van dat er toch wel dingen gebeuren. Hè? In de Overledger ja. SDK wordt er zelfs regelmatig wat gedaan. Ja, dat, dat is goed. Want ik, ik kan me een tijdje herinneren dat er dus gewoon echt de fut was... van Ja, uh, GitHub, ja maar dat komt omdat heel meer. veel van die snitsertjes verwachten dat alles maar publiek is... Dat alles open source is. En als het niet open source is, dan gebeurt er niks. Nee, maar ja, dit is dat... ook publiek, hè? Dan kan je gewoon... Uh, ja, well. /cont -network. Dat klopt, maar er is een... Niet alles is, is inzichtelijk. Je ziet niet alles hier staan. Dat zeg je hetzelfde. zelf, toch? Nee, correct. Oh, nee. Uh... Niet, alle, niet alle repositories zijn voor iedereen nee. beschikbaar. Waarvan nee. jij dan wel? Nee. Nee. Oh. Voor, voor wie is dat dan wel inzichtelijk? Voor mensen die nou, betalen of zo? Uh, nee, nee, nee. De, 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 de noem het even de project owners hè, binnen Quant Network. Dus uh, op het moment dat zij... Uh, de PhD's nu... van deze wereld. <laughs> nou ja, stel dat ze zijn ja. aan, aan het werken zijn aan die nieuwe variant... Hè, van uh, Overledger Network Gateway. Noem het even Overledger Network Gateway V2. Daar ga je niet uh, aan zitten werken... terwijl ik iedere, uh, iedere dag zie van... holy shit, hè, ze hebben weer een update gedaan... we zijn weer een stapje dichterbij. Holy shit, holy shit. Dat ga je eerst doen totdat je dit pakket, zeg maar, met al die code en al die resources eerst een keertje af is voordat je dat uh, uh, kan gaan delen. En daarna pas kan je zien hè, wie hebben daaraan gewerkt, wanneer zijn er updates uh, van geweest. Dus ik ga er vol van uit dat onder Quant Network nog veel meer van dit soort pakketjes zijn hè, waaraan gewerkt wordt. Die we nog niet kunnen zien totdat ze publiek zijn. Nee. Helder. Helder. Ja, fantastische toevoeging Bas. Um, sorry dat ik met dat technische gedoe... Ik merk gewoon, het gaat me al een beetje boven mijn pet. Maar ik vind het heel fijn om in ieder geval ook luisteraars en, en kijkers... gewoon inzicht te kunnen geven op een begrijpelijke manier... in wat er in het technische gedeelte gebeurt. Ja, nou, ik doe hartstikke wij... goed. Ja, want kijk, Jarno en ik zitten allebei aan de oppervlakte, waarbij we elke keer die golven pakken en dan gaan we erin mee, in de chaos. Maar ondertussen wordt er gewoon, onder de oppervlakte, wordt gewoon keihard gecodeerd, keihard gewerkt. Hè? Want we hebben wel heel veel FUT, maar het team pompt ook gewoon, <laughs> iedere, iedere twee weken pompen ze gewoon leuk een leuke update eruit. Die overlat je nog efficiënter maakt en nog verder integreert in andere netwerken. En dat ah, vergeten joh. we dan wel eens. Maar die paar lettertjes: code, gateways. Gateway's ja, moeten uh, ja, hebben. Ja, ja, en, ja. ja dat, en, en dat is echt wat mensen vergeten. En, 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 en ik vind, eigenlijk zelf ook, vind ik het beschamend hoe weinig ik daar zelf ook mee bezig ben. Ja, ah, maar um, weet je, als dit niet je core business is... is nee. Eh, ik, ik heb net, ik, ik doe net al of dat ik het allemaal snap, zeker niet. Ik denk dat ik er 10%, misschien 20% mee heb gekregen... van wat Bas heeft laten zien. Omdat ik zelf dan ooit een keer die gateway heb opgezet... Rinkelen er wat belletjes? Ken ik die interface van Postman? Een beetje. Dan begrijp ik een heel klein beetje wat de volgorde van die acties is. Maar ik, ik, ik heb ook niet de, de, de motivatie en de bandbreedte om, om veel dieper te gaan. Want het is nee. gewoon nee. echt: je moet letterlijk gewoon een hele nieuwe taal leren, je moet nieuwe hmm. vaardigheden leren. Nou, ik kan godverdomme niet eens de, een, 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 een video op de juiste tijd en dag inplannen. Dan maak ik nee. gewoon al fouten. Ja. Ik ben gewoon niet conscientieus. Ik kan serieus, letterlijk... als ik een beetje doortyp... ik kan niet een zin in één keer foutloos typen. lukt me gewoon niet. Ik, ik ben, wat dat betreft ben ik echt een amotorische lantaarnpaal. Serieus. Maar geef me een stuk hout, een vijl... Uh, dan maak ik een handboog voor je. Of ja. geef me een stuk staal en een hamer... en ik maak een mes voor je. Ja. En dat ziet er ook nog mooi uit. Maar, maar, maar met computers... ik kijk op een scherm en dingen... het is gewoon allemaal... Ja, dat moet je liggen. Je moet het willen weten. Je moet het willen kunnen. Een amatorische lantaarnpaal. Die vind ik mooi. Ja, man. Die gaan we erin ja. houden. Ja. Zou je op een shirtje moeten drukken? Amulapa. De... Nou, dat is een defensieterm. Dus die gaan we niet, uh, niet stelen. Dat is no. niet, uh, niet eerlijk. Heb ik niet bedacht. Hm. Heb ik niet bedacht. Hey, um, Bas, dank je wel voor, voor, voor deze tekst en uitleg. Wil je er nog wat aan toevoegen? Of zeg je wel, laten we weer eventjes naar wat anders, boerderies gaan? Nee, we kunnen wel naar, het, naar, naar iets anders gaan. Het enige wat ik wil toevoegen is dat als jullie dit niet heel begrijpelijk vonden, dan ligt het waarschijnlijk meer aan mijn uitleg dan aan nee. hoe ingewikkeld dit was hoor. Want uh, wat mij betreft is dit wel een van de meest uh, nou ja, tastbare Laat voorbeelden het... die je zou moeten kunnen volgen. Laat ik het zo zeggen. Wat je, wat je liet zien, dat begreep ik. Hè? Dus dat, als je een bepaalde request naar overleg wil sturen en krijg je reactie, dat stuk begreep ik. Het is meer gewoon voor mezelf probeer ik al wat in te bedden. Uh, in hoe een bepaalde functie uh, van Overledger gebruikt kan worden. Ik probeer de use case te begrijpen. Snap je? En om, ja, je omdat goed. Ik probeer gewoon in te bedden van hoe. Uh, komt Overledger uiteindelijk uit bij ons als eindgebruikers? En, en elke keer als ik dan weer iets nieuws hoor, probeer ik echt te begrijpen: hoe werkt dat dan? En altijd als ik iets niet begrijp, dan word ik heel vocaal. Dan word ik heel vervelend. <hijen> dan grijp ik elke keer in. Dan laat ik ook echt merken dat ik het niet begrijp. En ik ben heel eerlijk, ik begrijp niet helemaal hoe dit dan moet werken. Misschien dat als ik het morgen terugluister, ik denk... ...oh ja, zo zit het. Maar nu, Misschien wil zeker... je er wel te veel van begrijpen. Ja, nee. Ik Misschien wil leg je de lat te detail, uh. ja. ja, Maar ja. Uh, even terug, centraal. Bas, dank je wel. Uh, dit moeten we... Mij met dit vacuüm. Uh, want het is gewoon fantastisch... ...om dit uh, erbij te hebben. We gaan naar het uh -huh. volgende onderwerp, want SDX... ...had ook iets. Uh, ja, die hadden, die hadden weer een... Weer een, tweet, uh... een <laughs> ja. we even de je... chaos uh, vandaag... Uh, ...was dit tweetje er namelijk. Six Digital Exchange, dat is de... Um, die hebben de SDX, dat, dat is hetzelfde onderdeel, Het ene een is digitaal, de andere is... Uh, de beurs in Zwitserland daar hebben we het vaker over gehad. Um, zij doen, geloof ik, ook de settlement voor Zwitserland. Dat soort zaken, het RTGS-systeem, geloof ik zoiets. Ik gooi waarschijnlijk mijn termen door elkaar, schiet me maar af in de comments. Um, quote, never let a good crisis go to waste. Um, ja, dus verpest uh, nooit een goede crisis. Uh, ze gaan vervolgens verder. Let's invest in our future. What's needed for hashtag crypto and hashtag digital assets to take off? Send us your suggestions. Dus uh, wat is er nodig om crypto en digitale assets um, ja, op te laten stijgen, uh, succesvol te laten worden? De opties. Het is een multiple choice. Uh, de link staat ook in de beschrijving. Everything is perfect. More regulation. Real interoperability. Something else? Comment below. Ja, dus uh, de keuze... alles is perfect, er moet meer regelgeving... is de tweede keuze, de derde keuze... echte interoperabiliteit... en de vierde is iets anders... en laat even een berichtje achter. Nou, boven naar beneden... 3% zegt... alles is crescendo, niks meer aan doen. 10% zegt... eh, doe maar meer regels. Terwijl 84,8% uh, zegt... Um, ja, doe maar interoperability. En uh, 1,7% wilde zelf een plasje overdoen. Eh, 237, sorry 237 stemmen. Niet um, heel erg uh, heel, maar toch wel weer leuk. Ik kan me nog herinneren dat SDX ook met zo'n vergelijkbare poll kwam. Um, en die ook betrekking had. Ook betrekking had. Ook betrekking had op Quant. Um, interoperability Solutions, like Quant, was toen een van de antwoorden even. On the top of my head. Just a tech guy, replying... ...don't assign QNT, ...en dan een gift onder. Bij een zeer aantrekkelijke... donkergekleurde man zegt... ...don't be shy. Yeah. Um... Ja. Het slaat aan bij... Ja, ja, yeah, je oh. gaat erin. Een TikTok-filmpje yeah, so. met een lama. Ja, nee, Ik dus... denk dat het een was. <laughs> ja, dat is de kangaroo. Ja, dat is toch? Oh. Uh, nee, een hert. Oh, een hert. Ja, oh, ja. die is iemands uh, schouderjasje uh, aan het opheffen. Oh, een hert. Uh... More of princes being an absolute. Oh, damn, dat zijn motherfuckers. Oh, een ostrich, wat is het Nederlands? Een struisvogel. Nee, dat is een emu. Nee. Oh. Dat zijn well, die ja, kringen die. Uh... Ja. Ja, maar goed. Oké, okay. uh, Nou, die zal ik ook in de beschrijving zetten. <laughs> nou, doe dat maar niet. Tuurlijk oh. okay. wel. Nee, maar uh, STX, uh, terwijl uh, Jarno uh, Herpte aan het opzoeken is. Um, oh. Ja, gewoon weer een tweet in dezelfde trant. Ik heb echt het gevoel dat ze met ons aan het spelen zijn. En ja, uh, ja we moeten zien. Ik, uh, hoe is dat SDX eigenlijk voor? Weten jullie dat? Want ik weet dat uh, ze live gingen, maar eigenlijk daarna. What is the reason for this? Is dit nou weer. Je hoort het gesmak nu van een hert die op die mevrouw de overhemd aan het bijten is. Ze yeah. absolutely lost her mind. Literally. En ze She's praat nu tegen die emu. Think we should call someone? Huh? I'm worried How about you. I'm worried about her. Nou, alsjeblieft. Alsjeblieft niet wel. afspelen. Dankjewel. Ja, STX. Uh, hoe, hoe staat het daarvoor? Uh, weet u dat? Uh, Six Digital Exchange. Ja, maar ik, ik weet dat ze volgens mij uh, gingen lanceren ergens, was dat vorig december, november, dat er Maar hoe bedoel, je, hoe bedoel je met waar staat dat voor dan? Nee, hoe staat het met oh. SCX? Uh, uh, oh. Hartstikke leuk al die tweets, maar uh, ik hoorde er nou eigenlijk nooit wat van. Uh, nee. Hoe zit dat? Ja, goeie ik wil tweeten, maar. <laughs> ze hadden hun, uh, hun licensing gekregen voor. Uh, 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 digital Securities mogen ze nu verstrekken, uh, nou ja. Six Digital Exchange mag nu private shares tokeniseren. Op een gereguleerde blockchain gebaseerde centrale securities depository. In samenwerking okay. met F10 en Equitech. Um, dat is het laatste wat ik ook ja, wist gelezen gevolgd heb. Maar ja, volgens mij zijn ze gewoon nog steeds in zee met Quant. Het Quant nog steeds um, wat ze gezegd hebben dat ze toen zouden doen. En zij zijn intussen gewoon aan het bouwen. To my knowledge. En verder, ja, uh, wederom, geen nieuws is goed nieuws. Ja. Wat mij betreft. Ja, Ik oké, doe. dus een, ze, ze maken gewoon stappen vooruit... en ze hinten de hele tijd op dat ze met ons samenwerken. En volgens ja, mij is dus het een... ook wel praktisch bevestigd. Uh, er zijn zoveel leads dat je een bosbrand uh, kan starten. Ja. Ja, zeker. En het is, weet je, voor mij hebben dit soort projecten... Beetje dezelfde status als wat Simma Chain heeft. Daar hebben we in het begin ook naar gekeken. Die gasten die hebben, net zoals ABT toen, uh, Overledger eigenlijk geïntegreerd in hun infrastructuur. Uh, die hebben daar getuigenissen voor afgelegd in het begin. Um, we horen daar al een tijdje niks meer van. We worden niet meer getagd mm. in alle tweets. Uh, we worden niet meer continu genaamdropt. Maar intussen laten ze wel. tag zien. Uitspraken. Uh, ...lezen waarvan eigenlijk... ...alleen maar de conclusie is van oké... Okay, dit, ...dit moet wel Q&T zijn. Uh, bijvoorbeeld Simba Chain... ...een paar weken geleden. Um, ja, nee, we kunnen in het tijdbestek van... Uh, ...van een week kunnen we eigenlijk... ...elke blockchain verbinden. Nou, je gaat ja. mij niet vertellen dat zij dat doen... ...zonder overleg op het moment. Misschien zit ik er helemaal naast... ...misschien snap ik er helemaal geen kut van. Uh, maar ik heb Gilbert toen eens horen zeggen dat als je... ...op een nieuwe blockchain infrastructuur wil... Uh, ...dan kost dat geloof ik acht maanden of zo. Misschien kan Bas daar een, een plasje over doen. Maar dat kost sloten met tijd en geld. Um, tenzij Overledger... Dan, dan doe je dat eigenlijk... Uh, ja, ja, of CCIP, dus die, je... die schijnen het ook te doen. <laughs> Don't get me started. Over een herhaling van zettige sprookjes. Nee, maar uh, inderdaad. Van, uh, dat is het probleem. Uh, als je een brug gebruikt, dan, dan heb je één brug. één <laughs> netwerk. En dan moet je al die andere netwerken... Dat, dat lijkt... Dat draait veel op, op Overledger. Ja, zou ik zeggen. Bas, heb jij er wat over nog? Over mijn uitspraak ja. net van ja, ze zeggen bij Simbachain van jou, we kunnen in een week uh, eigenlijk mm. elke, elke blockchain verbinden. Mijn, ja, mijn ik ben niet zo heel erg into dat uh, alles is een white label ding. Uh, of in ieder geval, ik zeg niet dat dat niet zo is. Hè. Ik zeg ik volg die discussies niet. Uh, nou, SimbaChain is geen white label. Simbachain is bekend dat zij partner zijn met Quantum, in elk geval, dat ze dat toen oh nee. Fair. Uh, joh, als, uh, als er een uitspraak wordt gedaan van je kan binnen een week uh, met een andere uh, chain praten, dan lijkt me dat voor de hand liggend. Wat ik zeg, ik hou dat soort partnerverhalen ja. en dat soort dingen niet, niet, niet mega bij, want ik vind dat pas. Uh, uh, zelf hou ik een beetje aan. Uh, uh, ik doe pas dingen als er wat te doen is. En uh, ik heb daar op dit moment nog weinig uh, uh, raakvlakken mee waar ik iets kan testen of doen. Dus ik, ik zit daar zelf niet zo heel erg in. Uh, en, en daarom ben ik dus enthousiaster op zo'n dag als vandaag, als we dus weer een, 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 uh, iets te doen hebben, hè? een tutorialtje te volgen of iets te testen. Uh, ik denk dat je het in het verleden ook wel hebt gemerkt, dat als, uh, als het even heel stil is, dan hoor je mij opeens ook uh, wat minder. Want dan, ja, als er niks te doen is, dan uh, doe ik ook niks. <laughs> Snap ik. Ja, je moet rusten als je rusten kan. Is nou, waar. De, 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 deze veer heb ik al een paar keer in jullie reed gestoken. Uh, ik vind het heel uh, 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 bewonderingswaardig hoeveel energie jullie elke keer kunnen opbrengen in de, in de weken dat er geen paniek of nieuws of uh, 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 token movement hè, of price movement is of wat dan ook. Uh, ook op dat soort momenten zijn jullie er. En dat is iets wat ik niet zo... Uh, uh, Zomaar zou kunnen, denk ik. En, en dat is een verschil tussen, tussen ons. Maar dat hebben we al een paar keer. Uh, terwijl ik gast ben in de podcast benoemd. <laughs> maar dat is wel echt een verschil in karakter, denk ik. <laughs> dank je wel. Ja, nou, kijk, ik, ik denk dat meer... het meer. altijd leuk om weer hele kippen naar binnen geduwd te krijgen. Lianne klaagde wel dat na de Confessure, uh, als Basten was geweest. dat dan de afvoeren meer verstopt zitten dan anders. Dat zijn dan, dan die, <laughs> die veren die er dan weer dan toch een keer uit moeten. Maar uh, nee, het is uitermate gewaardeerd. Ja, zeker. Ja, uh, dank je wel, inderdaad. Um, het ah, is inderdaad gewoon een beetje de hoe je erin staat. Hè. Van je, je merkt dat, dat verschil tussen ons. Kijk, als jij uh, aan het coderen bent, dat, dat, ah. is, dat heeft weer niet mijn, mijn interesse bij mij, ik, ik heb meer van het grote plaatje zien en, en het overzicht houden. Daarom uh, hebben we een denktank Tank. Teamwork makes nou, the precies. dream work. En, ja, nee, precies. En, 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 en dat proberen we allemaal hier in deze show te bundelen. Want ik denk dat als we gewoon onze ogen op alles houden, hè, dat kan dus heel simpel zijn: hoe gaat het met de prijs? Hoe gaat het uh, on-chain? Hoe gaat het technisch? Hè, waar jij dus om de hoek komt kijken. Hoe gaat de mensen in Kansel die de hele dag alleen maar dit soort leads zitten uit te zoeken... dat bij elkaar brengt? Dan heb je het plaatje. En daar zijn we gewoon heel druk mee bezig. En daardoor kunnen wij dus iedere week weer doorpraten. Dat er iedere week wel ergens nieuws is. En natuurlijk, ja, ook voor ons zijn het soms saai. Is het komt soms, hè? Uh, maar ik denk over het algemeen... dat er iedere week wel iets te melden is. En zo doen we dat gewoon. Zeker. Zeker. Ja. Hey boys. En, en, en anders... ...fabriceren we gewoon onze eigen fut, hè? Die wil weer ontkrachten, dat kan ook. Ah, yeah. Ja. Let, let's not go, there, yo. let's nee. not go there, joh. Let's not go there. Hé, ik heb niks meer. We hebben het over Ecosystem gehad. We hebben gekeken naar, uh, naar Six. We hebben de release notes bekeken. Uh, Bas heeft een fantastische bijdrage geleverd. om inzichtelijk te maken hoe Overledger werkt. Uh, we ja. hebben gefutbust. We hebben nee. eventjes uh, ons eigen geweten uh, nagekeken. Heb jij. Nog vragen van ons aller Instagram of. Uh, die hebben niet door de chaos vandaag. Uh, wat ik wel heb. Het zei even gegeven. Ja, ik uh, voelde me eventjes weinig voor een uh, QA-sessie uh, vandaag. Uh, mm, heel sessie verstandig. Is, hoe dit, ja, als uh, de al uh, intrinsiek in de ventilator gegooid wordt, dan hoeven we daar geen vragen over te stellen. Nee, precies. Dus ik voel er even weinig voor. Uh, ja. Wat ik wel wil zeggen, en dat is uh, even weer meer huishoudelijke mededeling. Uh, Sinds deze week uh, staan nu de advertenties aan op al onze video's. Misschien dat Jarno iets verder kan toelichten, maar vanaf dit punt zijn we dus gemonetiseerd. Ja. Dat betekent dus ook dat we uh, advertenties laten zien aan het begin van de show. Nou, ja, we hebben het al eens toegelicht. Uh, uh, de komische show runnen is niet gratis. Uh, Zoom is helaas niet gratis, tenzij Tesla ons natuurlijk een uh, partnership aanbiedt. Uh, Workarounds, uh, lieve uh, mensen. Podbean is lieve... ook niet gratis. Dus. En je kan gewoon een uh, appblocker installeren. Hè, ja, je, uh, workarounds. Ik, uh, ik gebruik uh, uBlock. Dat werkt voor mij fantastisch. En uh, je kan de podcast gebruiken. Um, als je, ja, die is sowieso die... zonder reclame. Ja. ja, en als je wel maar... op YouTube bent, um, kijk uh, naar de advertentie. Doe even een commentje achterlaten. Dan loopt de hele advertentie af terwijl je op ons aan het afgeven bent. Dan is het win-win. Um, ja. Dan ben jij lekker bezig met afreageren. Terwijl wij dan betaald krijgen voor de advertentie. We zijn u zeer erkentelijk. Ja, wij beloven en, uh, bij deze dat we van de advertentieinkomsten QMT kopen, market buy en dat dat dan naar de comfy Show wallet gaat. Of zo. Vind je dat, ja, ik, ik vind het van uh, <laughs> Tim? Ik vind het prima. Ik, sowieso uh, help je ons enorm als je gewoon even naar ja. de advertentie kijkt. Uh, weet je, ik bedoel, als je dat echt niet wil, Jos, zet er een adblocker op. Ik zal een mm. met minder ontslapen. Mm -hmm. Maar mm -hmm. ja, het is gewoon leuk als we toch wat terugzien. Dat, uh, dat zou wel fijn zijn. Dat zou wel een beetje kicken. Oké. Okay. Okay, Goed. Um, en dan Bas, kunnen Mico en ik uh, weer wat eten, want we slapen nog steeds onder die oh, oh, Hug, hug, hug. Dus, ja. uh, Bas, er weer nog nabranders? Opmerkingen? <laughs> nee man, ik ben, uh, ik ben al een beetje op ondertussen ook. Ja, logger staan Top in ik. brand hoor ik. <laughs> Oké, okay, nou Bas Beterschap. Um, Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik ben benieuwd naar jullie visie um, en, 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 en mening over de hele fund en, en, en ellende, het hele mailverkeer. Wat zijn jullie observaties, assumties? Um, ja, la, la, laat dat even weten. Leuk dat je gekeken hebt. Um, zoals gezegd, laat even uh, wat van je horen. Mag ook uh, natuurlijk gewoon in de Telegram links voor alles staan in de beschrijving. Timestamps staan in de beschrijving. Um, ik vond het weer heerlijk. Ik ben er klaar mee. Tim. Ja, uh, bedankt in ieder geval voor het luisteren. Het was een uh, achtbaan vandaag. We hebben in ieder geval met deze aflevering gepoogd om jullie inzicht te geven in de situatie waarin Jarno en ik balans zijn geraakt. Mm. Uh, dat hebben we zo transparant mogelijk proberen te doen. Uh, we hebben ook onze positie uitgelegd, waar we dingen dus uh, op de achtergrond hielden, omdat we het uit wilden zoeken. En we hebben jullie ook heel belangrijk, en dat gaan we ook in het Engels doen, uh, inzicht gegeven in de documenten. Maar dat hebben we wel gedaan via een video. Waarbij op het moment dat je hem afspeelt, ons wordt praten. En je dus ook meteen weet dat er dus een disclaimer zit bij alles wat je daar ziet. Omdat het dus uh, volgens Gilbert in ieder geval en ook volgens onszelf niet helemaal juist is wat daar staat. Dus uh, bij deze, bedankt Bas. Uh, fantastisch dat je er was. Dat rijmt. En uh, we hebben ook nog eventjes over wat andere dingetjes gepraat. Dus ik ben weer tevreden. Ik doe het een aflevering. Bas, heb jij nog. Uh, een aan woord. Laatste woord! Laatste uh, woord! Uh, voor de derde keer ga ik uh, voor een. Nee. Schiet uh, een beetje... okay. Fijne avond, boys. Graag koffie. Yes, steek koffie.